Hallo CryptoCoiners, goedenavond. Hartelijk welkom bij het CryptoCoiners Café van woensdag 27 maart. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik zit al in een trade op dit ogenblik, zoals je misschien ziet. Ik zal nou even mijn stoel iets lager zetten, zodat de scanner nog een beetje in beeld is. Zo, uh, Ik zit al in een trade, zoals je ziet. Uh, heel interessant. Ik ben bewust ingestapt. Vragen om problemen, zeg ik er meteen bij. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen waarom. Uh, de reden is dat alles op dit ogenblik in het rood staat. Als je hier meekijkt, ik heb hier even een mini-venstertje open, dat kun je zo goed als nu ook zien, van onze bubbels, uh, crypto-bubbels, en dan zie je dat er uh, bijna overal alleen maar rode bubbels te zien zijn. Afgelopen uur is alles in prijs gedaald, gemiddeld gezien. Afgelopen dag is alles in prijs gedaald, gemiddeld gezien. Oftewel, de kans dat de prijs nu stijgt, gemiddeld gezien, is niet zo heel erg groot. En dat maakt het misschien mogelijk, je weet maar nooit, misschien mogelijk om een yo-yo-trade te doen. Ik had gisteravond een terugkomstsessie van onze cursus, Beleggen en Traden met Bitcoin, gistermiddag trouwens. En toen vroeg een iemand, Hans heterie, die volgens mij, die zei van, kun je eens een keer een yo-yo-trade laten zien? Ik zeg, nou, meestal heb je dat niet, uh, uh, zeg maar, gewoon in eigen hand. Het hangt er een beetje vanaf hoe de markt reageert. Maar ik ga morgen tijdens het café mijn best doen. Dat zal het maar gebeuren? Het zou echt een stunt zijn als we er vandaag in slagen om daadwerkelijk een yo-yo-trade te doen. Even kijken, want ik krijg geen uh, bubbeltjes meer te zien. Daar zijn de bubbeltjes weer. Nou, soms, sommige dingen worden weer een beetje groen. Het meeste is toch wel erg groot nog op het ogenblik. Dus ik zit al in een trade, dat wou ik nog even zeggen. Het is een minuten trade. Hij kwam binnen via de scanner, in ieder geval de instapmelding. kwam binnen via de scanner. Als ik even terug scroll, dit is de melding. 19:25, uur 25, zoals je ziet. Een paar minuten voordat we aan het... Nee, het was zelfs nog eerder. Uh, 19 uur 20, of nee, kwam hij ook al volgens mij. Kijk, hij is een aantal keer gekomen. Hier 19 uur 20 kwam hij al binnen. 19 uur 19 kwam hij binnen. Deze munt bleef namelijk een aantal keer op rij. Te beginnen hier uh, oversold zijn. Hier nog een keer oversold zijn. Kortom, uh, allerlei meldingen. Hele hoop achter elkaar. Ik had al een van de eerste beet. Daar ben ik uiteindelijk op ingestapt. En ik hoop er eigenlijk op dat we kunnen gaan bijkopen. Daar lijkt het op dit ogenblik nog wel een beetje op. Er zijn een paar dingen die me niet helemaal overtuigen of dat lukt. Misschien dat de prijs zo meteen toch alweer weer gaat stijgen. Dat zou echt jammer zijn, want dan zou het wel eens een langdurige trade kunnen worden. Uh, als we kunnen bijkopen, dan kunnen we daar misschien een yo trade doen. Je weet me nooit. We wachten er rustig af of dat ook inderdaad gaat lukken. Uh, tot die tijd even een paar dingen. Even een paar dienstmededelingen van het management. Sabrina, uh, je kent haar ongetwijfeld. Het wel uh, inmiddels, nu al de populairste crypto creator die we hebben. Ze heeft nu Kevin van mij al ingehaald. Daar heeft ze een halve sessie voor nodig gehad. Hoe was dat al gebeurd? Die uh, zou normaal gesproken gisteravond een mini-clinic hebben gegeven op Patreon. Misschien als je ons kent op Patreon, dan ken je die mini-clinics wel. En dat ging niet door, want ze was ziek. Ze heeft een behoorlijke griep te pakken. En het staat op dit ogenblik als volgt in de agenda: morgenavond, dus donderdag, de 28e, is ze op Patreon. Volgens mij vanaf 7 uur Ik kan ook half. Zijn. Ik ben niet helemaal zeker, maar op Patreon kun je dat terugvinden. Uh, voor haar mini-clinic, uh, volgens mij gaat hij over stoplossen. Als het niet onverwacht niet kan doorgaan, omdat ze toch nog te ziek is, dan hoor je dat en zie je dat op Patreon morgenochtend vroeg. Dat dus wat uh, Sabrina betreft. Tak, tak, tak. Ja, de derde punt. Als je de cursus volgt, Beleg Tweede met Bitcoin, dan heb je gisteren, was uh, je er misschien bij, bij onze terugkomstsessie. Een van de zoveel of een van de weinige die we s middags doen. meestal zijn ze s'avonds. Deze was dus s middags. En die sessie duurde lang, twee uur geloof ik ongeveer. Oh, daar gaat mijn bril. Was superleuk. Opnieuw uh, was een hele interessante sessie met veel vragen en antwoorden. En de videoopname van die bijeenkomst. Is al online. Die stond sinds gisteravond, al 11 uur online zelfs. Dus als je er niet bij kon zijn gisteren of als je wat eerder weg moest gisteren, kun je alsnog de opname van die bijeenkomst, die terugkomstsessie, terugkijken op uh, je cursuspakina. En de volgende terugkomstsessie staat ook alweer gepland. Uit mijn hoofd is dat uh, dinsdag 6 april, over anderhalf, twee weken of zo. Kun je je nog voor inschrijven. Oké, okay, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste interne nieuws. Hoe gaat het met de chart? Ja, jammer genoeg. Uh, je zou bijna zeggen, leuk, de prijs stijgt nog weer. Dat wil je toch graag. Het zou mooi zijn geweest als we nog even die dip hadden kunnen pakken natuurlijk hier. Om deze buy order mee te nemen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat niet lukken. En dan zijn er straks twee opties. Of dit wordt, zoals ik net al zei, een lange, moeizame trade. Of opeens schiet alles weer naar boven en wordt het toch nog een interessante trade. Even rustig afwachten maar. Ik heb de trade al voorbereid op de chart. Zoals je ziet, alles is al ingevuld. Eén uh, sell order. Ik moet een beetje uitkijken hier. Want ik heb ook KCS. Daar gaat dit tradingpaar over. Heb ik ook op de achtergrond als munt. Dit is Qcoin waar ik nu op trade. Kom ik zo nog even op terug op Qcoin. Dit is ook de munt waar ik mijn commissie mee betaal. Waardoor ik wat korting krijg op de commissie. En ik moet oppassen dat ik niet al mijn KCS opeens ga verkopen. Want ik heb dus meer KCS. Dan dat ik hier in de verkoop aanbied. Maar die wil ik nog even behouden, want die gebruik ik om mijn commissie mee te kopen. Dit was te betalen. Dit was precies de hoeveelheid KCS: 5,4423, die ik had gekocht met deze buy-order. Dat ik het even weet waarom dit hier nog steeds KCS's staan. Dit zijn mijn, uh, mijn extra KCS's. Nou. Afwachten of dit allemaal gaat lukken. Aad, zit er klaar voor? Ben benieuwd wat je van Qcoin vindt en of we overstappen naar Bybit met 1, 2, 3, 4 vraagtekens. Aad, allereerst. Oké, okay, wat ik nu ga zeggen is mijn... Ik vind het heel belangrijk om dit even te benadrukken. Wat ik je nu ga zeggen is mijn mening over dit hele fenomeen. Dit is echt alles behalve een advies. Heel belangrijk als het om dit punt gaat. Want eh, om te beginnen willen we geen advies geven. Het is allemaal met crypto nog een beetje vaag of dat nou wel of niet mag. Maar laten we ervan uitgaan dat wij dat in ieder geval niet willen. We willen, jou, we willen dat je zelf leert en we helpen je daar graag bij om onderzoek te doen zodat je je eigen advies kunt opvolgen, jezelf advies kunt geven. Dus wat ik nu ga zeggen is alleen maar mijn mening over KuCoin. Als je niet weet wat er aan de hand is, uh, er is een hoop nieuws verspreid de afgelopen dagen over Qcoin. En de reden is het volgende: de Amerikaanse officier van justitie is nog steeds bezig om Binance aan te pakken. Ken je misschien wel, dat andere handelsplatform. Uh, vanwege uh, uh, de aanklacht is vooral gebaseerd op witwassen. Uh, en het uh, uh, funden van terroristische activiteiten in Amerika. Het gaat over het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat, die aanklacht loopt nog. Uh, ik geloof begin volgende maand uh, komt dat voor. En nu is de volgende aan de beurt en dat is Qcoin. Dus nu hebben ze Qcoin opgepakt. Er ontstond natuurlijk meteen, toen dit nieuws bekend werd, een run op de tegoeden die mensen hebben bij Qcoin. Dat leverde wat problemen op. Uh, sterker nog, veel mensen begonnen met meteen. Fut, fut, fut. Oh, Qcoin gaat dezelfde kant op als FTX. Uh, dat gaat failliet. Haal snel je geld eraf. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Uh, ik denk dat de reden dat we opeens vandaag opnames niet meer konden, puur te maken heeft met een technisch probleem. Ze kregen echt te maken met een storm aan mensen die opeens hun geld gingen opnemen bij Qcoin. Inmiddels schijnt het alweer te werken trouwens. Er was, dit was echt een technisch issue. Uh, ik heb het ook even nagevraagd bij mijn contactpersoon bij Qcoin. Je weet, wij partneren met hen. Ze zeiden, zij zei tegen mij: er is echt niks aan de hand, dit is puur technisch. Inmiddels heeft Qcoin aangekondigd dat ze een airdrop gaan doen. Volgens mij volgende week al in april. Een Bitcoin airdrop. Gratis Bitcoins. Ter waarde van volgens mij 10 miljoen dollar of zo. Het is wel een aardig cadeautje. En de technische problemen als het gaat om die bewuste opnames. Zouden inmiddels zo goed als. ...allemaal moeten zijn opgelost. Zoals ik zeg, ik las alweer dat mensen gewoon hun uh, functies konden opnemen. Ik heb ze gewoon laten staan. Ik maak me niet zo zorgen over dit verhaal. Ik had weinig vertrouwen altijd. Misschien weet je dat nog. Toen FTX omviel... FTX was, dat, was een eerder handelsplatform. Misschien ken je het wel. Sam Bankman fried zit er nu nog steeds voor in de gevangenis... ...en blijft daar waarschijnlijk nog wel een tijdje. Uh, toen dat omviel, vlak daarvoor vroegen mensen aan mij... Uh, waarom traden jullie nooit op FTX? En ik ben het antwoord op die vraag eigenlijk een beetje uit de weg gegaan. Wij handelden toen heel veel op Binance. Dat komt er nog in Nederland. Ik Want FTX was heel goedkoop als het gaat om commissies en zo. En ik ben het antwoord uit de weg gegaan. Ik moet erbij zeggen, ik, intern heb ik dat wel verteld. Ik had niet zoveel vertrouwen in FTX. Nou, dat bleek uiteindelijk jammer genoeg uitkomen. Het FTX is me omgevallen, was gewoon een, een, een slecht platform. Daar is gewoon me, gespeeld met geld van uh, uh, investeerders. Bij Qcoin is dat niet zo. Voor zover ik kan zien als ik een uh, analyse doe op basis van uh, hun wallets en dergelijke, en dat is niet alleen door mij gedaan, ook door andere partijen, zie ik daar niks geks. Oftewel, het lijkt er voor mij op dat de tegoeden die uh, Qcoin heeft nog steeds beschikbaar uh, Eigenlijk net zo hoog zijn als de tegoeden die mensen erop hebben gestort. Ja, en dan is het, wat mij betreft, een prima platform om op te blijven treden. Het is niet prettig dat de Amerikaanse officier van justitie erachteraan zit. QCoin heeft geen licentie in Nederland. Dat maakt het natuurlijk allemaal wankel. Dat weet je, dat hebben we vorig jaar juni al verteld. Toen we naar andere platforms moesten. Omdat Binance vertrok uit Nederland. Uh, we zijn nog steeds partner van QCoin. Blijven we voorlopig ook. We zijn ook partner van Bybit. Blijven we voorlopig zeker. En je zult zien dat we gewoon nog steeds op QCoin blijven handelen. Ook hier in het café. En dat we ook op Bybit zullen gaan handelen. Zo gauw er meer spot trading volume komt. Ook hier in het café. Dus wat mij betreft is er op dit ogenblik. Nog niet zo heel veel aan de hand. Er is meer een hoop rumoer in de in de nieuws, uh, uh, op de nieuwskanalen dan dat er echt structureel iets met QCoin aan de hand zou zijn. Dus ik, ik heb daar op dit ogenblik zelf niet echt zorgen over. Anders zou ik dat, dat zou ik dan wel met je delen zou zeggen, nou ik nee, maar dan zou ik vanavond ook niet hebben aangedurfd om op QCoin te gaan traden natuurlijk. Want dat is het slechtste signaal dat je kunt afgeven van nou mensen, QCoin, dan gaan we lekker op handelen hoor. Nee, ik denk dat het allemaal wel meevalt eerlijk gezegd. Kijk, je wilt altijd oppassen met elk handelsplatform. En natuurlijk, zeker, maar dat is niets nieuws onder de zon. Met handelsplatformen die in Nederland natuurlijk geen licentie hebben. Het kan altijd de verkeerde kant op schieten, dat weet je. Maar wij handelen voorlopig op Qcoin. Dat is mijn mening daarover. Aad, ik hoop dat je daar wat aan hebt. Uibeltje, of Patrick eigenlijk, uibeltje, snuibeltje. Die zegt: Goedenavond. Is er al iets bekend hoe en wanneer jullie verder gaan met de challenge en de alternatieve handelsplatformen? Antwoord is: uh, ja, nee. Uh, intern wel, van alles al. We zijn echt super druk bezig met dingen omzetten en wachten. We zitten nog op één of twee dingen te wachten op dit ogenblik. Daar hebben we geen invloed op, geen controle over. Ik denk zelf, maar een beetje, dit is opnieuw alleen wat ik denk, dat we de week na volgende week, dus de week na, na, paas, na de Pasen, weer gewoon kunnen gaan traden met de challenge op een platform. Meer kan ik er op dit ogenblik nog niet over zeggen. Want we zijn echt nog een beetje aan het wachten op dit ogenblik. Octavi, kijk eens aan. Octavi, die ken je misschien wel. Als je Octavi niet kent, uh, hij heeft om 7 uur 18 een bericht gepost. Uh, dan uh, wil je Octavi heel snel kennen. Want Octavi is samen met Cedar. Is het het, zijn zij de leiders van het team dat op Discord, onze Discord server. Volgens mij de hele dag. Het zeven dagen per week lijkt dat soms wel live aan het traden zijn. Dus als je nog niet genoeg hebt aan de live trades hier in het Crypto Corners Café en je wilt er nog meer hebben, dan raad ik je aan word lid als je dat niet al bent van onze Discord server wwwcryptocornsnl dus discord Dat is gratis, je hoeft niets te betalen en daar zijn eigenlijk voortdurend wel livestreams bezig, waaronder de livestreams die Octavi en Cedar leiden. Waarin ze gewoon hun scherm met je delen. Op dezelfde manier zoals ik dat hier doe. Je ziet al het scherm. Ja. Uh, op dezelfde manier waarop ik dat hier doe. En je kunt meekijken naar hun trades. Jij ja, trades met hun kunt delen. Je kunt chatten enzovoort enzovoort. Absoluut de moeite waard. Octavie leuk dat je dat nog steeds doet. En ook leuk dat je hierbij bent. En Octavie schreef net in de chat. Ik heb weer wat mooie trades gehad vandaag. En dat kan ik me goed voorstellen. Er is in ieder geval... Genoeg volatiliteit in de markt. Er gebeurt in ieder geval genoeg. Goedenavond, zegt Bert. Een uh, volatiele markt, dat kun je wel zeggen op het ogenblik. En eigenlijk, grappig genoeg, is dat precies datgene wat je nodig hebt. We kunnen wel even kijken, want ik heb de Bitcoin-chart ook open. De Bitcoin dropte net even wat. Dit is de Bitcoin-chart op dit ogenblik. Kijk, dit is de uren-chart. Trouwens, ik kan wel even kijken naar de laatste vijf minuten of daar nog significante wijzigingen in de prijs En ja. Een downtrend op de 5 minuten chart op het ogenblik. Het herstelt alweer een klein beetje en het comprimeert nu tegelijkertijd ook. Dit is echt bijna een driehoek hè, die ontstaat. Echt wel 5 minuten chart, niet zo heel erg representatief. Maar dit is een driehoek aan de onderkant. Hier loopt de lijn en aan de bovenkant lijkt het erop, als ik hem even snel bekijk, uh, dat die, uh, de lijn begint aan hier hè, van die driehoek, uh, lijkt het erop dat die zo ook loopt. Nou, nah, niet echt heel overtuigend. Eerder vanaf hier misschien is er wat te zien. Kijk hoor, iets uitrekken nog. Ja, het lijkt erop, een beetje snel door de korte bocht dit hoor, maar het lijkt erop dat de prijs minder volatiel, de prijsbewegingen van bitcoin nu wat minder volatiel worden. Op de 5 minuten chart in ieder geval zie je dat duidelijk terug. Dit was, een, dit was vanmiddag, een uurtje of 4. Toen bewoog de prijs nog heen en weer tussen 70.200 en aan de onderkant 68.400. Dat wordt nu steeds minder. De prijs beweegt nu nauwelijks meer heen en weer. En dat betekent meestal dat er een uitbraak zit uit te aan te komen. Als je zoiets ziet, de prijs heeft de afgelopen uur eigenlijk nauwelijks meer bewogen. Het zit tussen de 69,00 aan de bovenkant en 68,4 aan de onderkant. Nog maar 700 dollar prijsverschil. Dat is niet zoveel volatiliteit meer. Dat betekent dat de dip zo te zien wel even voorbij is. En er een uitbraak komt. De vraag is: welk kant gaat die uitbraak op? Niemand kan dat met 100% zekerheid zeggen. Maar er zijn een paar dingen die je in de gaten kunt houden. De driehoek die je net zag, een horizontale lijn aan de onderkant en een schuine lijn aan de bovenkant. Is een descending triangle, zoals het heet, een aflopende driehoek. En dat, is een, die, dat geeft op zich al het feit dat het een aflopende driehoek is, een licht bearish signaal af. Oftewel. Als er een uitbraak komt, is de kans op een uitbraak naar beneden net iets groter dan op, de, uh, op een uitbraak naar boven. Dat is één. Tweede signaal op deze chart is de huidige trend. Als je kijkt naar de pieken en de dalen op dit ogenblik, dan zie je dat we te maken hebben gehad met lagere pieken, lagere dalen. Net wat lager dal hier ook. Dus lagere pieken, lagere dalen. Weer een lagere piek dan de vorige. Een hoger dal dan de vorige. Trend blijft even goed. Barry's, want je hebt lagere pieken en lagere dalen nodig of hogere pieken en hogere dalen nodig. Om die trend te laten omkeren. Dus ook volgens de pieken en dalen zijn op dit ogenblik, is op dit ogenblik de trend op de 5-minuten chart berries. Dus alweer een eerdere, een grotere kans op een uitbraak naar beneden en op een uitbraak naar boven. Dan kijken we naar de trendlijnen die hier lopen. Dat zijn twee dynamische trendlijnen: de MA20, dat is die gele lijn die je hier ziet, en de MA50, dat is die oranje lijn die je hier ziet. De prijs staat op dit ogenblik onder de MA20 en onder de MA50 dus de, de prijs onder de MA20, de MA20 onder de MA50, dat is alweer een bearish signaal. oftewel de prijs uh, wordt wat bij elkaar gedrukt op het ogenblik, beweegt niet meer zoveel, dus dat noem je ook wel contractie of compressie, en dan komt er altijd een uitbraak. Die uitbraak kwam beide kanten op gaan, maar de kans op een uitbraak naar beneden, dus toch wel weer een prijsdaling op dit ogenblik, is net iets groter dan op een uitbraak naar boven. Er is al één dingetje wat je kunt meenemen: dat is de OBV, de On Volume Indicator, hieronder. En die geeft op dit ogenblik ook een bearish signaaltje af. Dus je zult net zien dat de prijs omhoog schiet. Bitcoin doet tot va toch vaak wat het zelf wil, maar de meeste analisten zullen op dit ogenblik zeggen: oh, volatiliteit meer. Uitbraak. Als hij komt, waarschijnlijk die kant op. Het hoeft niet spectaculair te zijn, maar de prijs zou zomaar even richting de 68.000 dollar kunnen gaan. Uh, weet je wat we doen? We zetten gewoon even wat alerts. Uh, hier staat er eentje op dit ogenblik aan de onderkant. Oh. En dan ook een beetje crossing. Dit moet een crossing down alert zijn. Ik hoef alleen maar te horen als de prijs duikt natuurlijk. Uh, dat is één. En ik zet ook even een crossing up alert. Als de prijs boven dit niveau komt, dan gaat hij het alert hier. Crossing up. Zo. Oké, okay. ik heb mij niet-storen trouwens uitstaan. Het kan zijn dat ik de meldingen niet eens zie. Of mijn niet-storen staat aan, want anders word ik bestookt met allerlei meldingen die niemand van ons hier wilt zien. Maar misschien dat even iemand in de gaten kan houden wel op gaat. En dat gewoon even in de chat kan, kan laten weten. Tim, als je het in de .chat, helemaal uh, kunt laten weten, helemaal mooi. Ik heb weer twee alerts gezet. We houden het in de gaten. Dus dat even wat de Bitcoin-chart betreft. Trouwens, gewoon terug naar de uren-chart. Die is eigenlijk relevanter voor nu. Uh, als je daarnaar kijkt, zelfs de verhaal, die is ook bearish. Kijk, uh, we hebben wel een hogere piek hier gehad, maar geen hoger dal. Terwijl pieken worden wat lager, dalen worden wat lager. Eén uh, hogere piek, maar nog steeds lagere dalen. Wijt, uh, wijst eigenlijk op een bearish trend op dit ogenblik op de urenchart. Tegelijkertijd zie je hier ook, de prijs staat hier ook onder de MA20. De MA20 staat onder de MA50. Ook de urenchart is op dit ogenblik een beetje bearish. Het is allemaal wat gammel op het ogenblik. Ik weet niet of de uitspraak er al is. Ik heb dat nieuws nog niet gevolgd. Uh, vandaag zou een Bobo in Amerika, een, uh, iemand die indirect hoort bij de Amerikaanse Centrale Bank, de FED, die zou een verhaaltje houden over de mening van de FED op dit ogenblik, of eigenlijk meer zijn mening, over renteverlagingen um, ja of nee. Daar kan de markt behoorlijk heftig op reageren als dat, te als dat teleurstellend is, of van we gaan voorlopig de rente niet verlagen. Dat zou de oorzaak kunnen zijn van deze drop die we net hebben gezien sinds 4 uur vanmiddag. Volgens mij is dit, is, zou dit pas vanavond worden. Ik weet niet precies wanneer die melding is gekomen. Morgen wordt het ook een beetje spannend. Morgen komen er cijfers naar buiten in Amerika over het bruto nationaal product. Oftewel, wordt er weer meer geproduceerd dan uh, een half jaar of drie maanden geleden om deze tijd. En over de huizenmarkt: worden er, worden er wel huizen verkocht, ja of nee? En als die cijfers tegenvallen, kan het morgen ook hard gaan stormen. Dus hou dat een beetje in de gaten. Ik reken zelf op de hele korte termijn, nu op dit ogenblik toch eerder op wat dalingen dan op wat stijgingen. Maar ik, nogmaals, de hele korte termijn, want er is een enorme opwaartse druk. Die blijft gewoon van al die mensen die in Bitcoin willen investeren. En er stond een uh, verhaal, uh, waar las ik dat nou weer? Kan ik me niet meer herinneren. Quant Fury, geloof ik. Uh, dat met de huidige snelheid waarin Bitcoin wordt gekocht door al die grote partijen die ETF's uitgeven. We binnen nu en een jaar, maar waarschijnlijk al eerder dan dat, dus op zijn laatst in maart 2025. Maar waarschijnlijk al veel eerder dan dat, te maken hebben met een serieus bitcoin-voorraadprobleem. Er zijn geen bitcoins meer te koop. Omdat de rest van de mensen zich gewoon vasthoudt. En dat is, dat is een hele aparte situatie. Dat had niemand verwacht dat dat zo snel zou plaatsvinden. Als dat gebeurt, dan ga je hele rare prijsbewegingen van bitcoin zien. De meeste zullen omhoog gaan. Uh, de situatie die er vaak ontstaat is dat mensen gaan zeggen... Van "ja, ...als ik het niet eens meer kan kopen, wat voor waarde heeft het dan nog? Een raar omgekeerde wereld eigenlijk. Hè? Maar dan, dat lost zich altijd vanzelf alweer op. Niemand had verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Dat we in zo'n korte tijd, gezien vanaf, vanaf het moment dat die ETF's kwamen... ...geen bitcoins meer zouden hebben om te kunnen verkopen. Het aantal te koop zijnde bitcoins wordt steeds lager. Nou, er komt ook nog natuurlijk een uh, halving nu bij over een paar weken... Uh, ...waarin uh, de hoeveelheid nieuwe bitcoins... ...elke tien minuten uh, door de helft gaat. Dat worden er niet zoveel meer als het nu waren. Uh, dus dat heeft allemaal impact op de hoeveelheid bitcoins die uiteindelijk te koop zijn... ...die beschikbaar zijn om te kunnen worden gekocht. Ja, dat is een rare situatie dat het opeens zo snel stagneert. nou het is eigenlijk goed nieuws. Dus het laat zien dat de schaarste van Bitcoin daadwerkelijk echt een schaarste is. De er trouwens, even bijpakken. Leuk dat we naar die Bitcoin-prijs te kijken. Maar deze munt op dit ogenblik. Ja, ik zei het net al. Ik zei: nou, Het kan zijn dat dit een lange trade wordt, dat de prijs niet meer zo heel veel beweegt. Zo so biert, be gewoon afwachten. Banden worden nu wat nauwer. Uh, dit is helaas altijd wat het gaat. Als je in een trade gaat en de prijs daalt, stijgt dan niet meteen snel terug. Oftewel niet echt een bounce op dit niveau. Kan het gewoon een lange, moeizame trade worden. Ik hoop nog steeds. Het kan nog steeds gebeuren. Ik hoop dat we toch nog een flinke daling gaan zien. Dat we deze kunnen bijkopen. Dan wordt het een echt serieuze trade. Dan zitten we er met de helft van ons portfolio in. En dan. Leuk. Dus daar wachten we nog even op. De bubbeltjes worden weer wat roder trouwens zie ik. Dus zou zo maar Dan hebben we Frans die zegt even een vraagje. hier. Zie ik het, wat een interessant, Frans, dat je die vraag stelt. Om 7 uur. 45. Frans kijkt echt in de toekomst. Zie ik het nou verkeerd, maar heeft deze trade die je nu aan het doen bent, bijna geen volume? En het antwoord is ja, maar dat is een foutje. Nu weer, dit is een foutje in Hypertrader. Deze, deze volumestaafjes uh, zijn gewoon niet goed. Dus ik, ik moet u absoluut een keertje nog een vragen of Amar hier een keer aandacht aan besteedt. Want dit is echt een probleem. Kijk, uh, kijk nu even naar hier. Vanaf uh, 19:58. We refreshen nu even. Dan gaan we naar 19:58. Even wachten. Daar zijn we, 19:58. Kijk, dat is hier. En net zagen we geen volume candles, geen volumestaven daar. Zie je dat? En nu wel. Oftewel, het volume wordt gewoon niet goed bijgewerkt. Deze staafjes worden niet geüpdate. Dat is het Engels woord voor bijwerken. Niet bijgewerkt dus. En dat levert soms wat, wat misleidende informatie op, waar je gewoon doorheen kunt kijken. Het is niet zo heel spannend op het ogenblik. Interessant genoeg, uh, schiet op dit ogenblik de MACD omhoog. Je ziet duidelijk een stijgende signaallijn. Kijk, zie je die rode lijn hier in de, op de chart? Ik uh, moet je voorstellen, ik heb de hele middag achter een computerscherm zitten staren naar onze website met een hoop problemen. Vandaar dat ik ook niet helemaal 100% scherp ben. Let op de chart. Zie je die rode lijn hier lopen, dat is de signaallijn van de MACD. Dat is een voortschrijdend gemiddelde van de gewone MACD. Dat is die blauwe lijn die hier loopt. Ja, eigenlijk geel zou moeten zijn, maar. De MACD, die signaallijn loopt omhoog. Die gaat bijna altijd voor de feitelijke trendlijn hierboven, de MA-20-trendlijn, uit. Oftewel, als deze signaallijn omhoog loopt, en dat doet hij duidelijk, en de trendlijn doet dat niet, is de kwestie van tijd voordat deze ook omhoog gaat. En dit is dus een signaal, een bullish signaal, zoals het heet dat er een prijsstijging zit aan te komen. Dat is één. Het tweede signaal komt hier. Kijk naar de RSI, dat is deze blauwe lijn die we midden in de stochastic oscillator hebben gezet. Ook die RSI-lijn loopt langzaam maar zeker omhoog. Ook het signaal dat deze prijs eigenlijk niet klopt. Eigenlijk zou die hoger moeten zijn. Dus ik, ook ik ga ervan uit dat we zometeen wel prijsstijgingen gaan zien. Komen we misschien eindelijk in die break-even situatie. Het allermooiste zou zijn even snel een crash. Boop. Snel deze prijs aan de onderkant oppakken. Klaar is Kees. Maar goed, we gaan het nemen. Vraagje van Tom. Ik heb Ada en Dot op QCoin. Ada is Cardano en uh, Dot is Pokedeut op QCoin. Is het niet gewoon verstandiger om die coins naar Bitfavo te doen? En alleen coins op QCoin te kopen die niet op Bitfavo te krijgen zijn? Ja, ja misschien denk ik het wel. Ik bedoel, als je, als je niet van plan bent om iets te doen met die coins op QCoin, waarom zou je ze daar laten staan? Ik zou nog een stap verder durven gaan, Marco. Als je sowieso niet van plan bent om veel met die coins te doen, je hebt ze echt onderzocht. Ja, het feit dat je Cardano noemt, uh, daar, is, daar heb je waarschijnlijk fundamenteel analyse op gedaan. Het feit dat je Polkadot noemt, daar heb je waarschijnlijk ook een fundamentele analyse op gedaan. Dat zijn coins die door heel veel investeerders worden gezien als coins met waarde. Ik praat hier niet over de prijs, maar coins met waarde, met een utility value. Die wil je dus een lange tijd hebben. Waarom nou, niet gewoon in een eigen wallet? Uh, die worden volgens Cardano wordt zeker ondersteund door Exodus... Polkadot volgens mij ook. Zet ze gewoon in een hardware wallet. Waarom zou, of in je eigen wallet, waarom zou je ze dan zelfs nog op Bitfavo laten staan? Uh, er is, uh, ik zou eerlijk zeggen, bij het, wat ik bij Qcoin een probleem vind, heb ik al wat al gevonden, uh, is. Dat het ontzettend duur is om er munten van af te halen. Ik vind dat echt belachelijk. En ik heb het al tegen keer tegen gezegd, jongens, doe daar wat aan. Maar probeer maar eens USDT van Qcoin af te halen. Ik ken geen platform waar het zo duur is om dat te doen. Uh, als bij um, uh, Qcoin. Ik geloof dat uh, voor 500 euro USDT opnemen, kost je geloof ik 18, 19 dollar of zo. Dat is belachelijk. Niet van deze wereld, daar wordt gewoon grof geld op verdiend. Vooral als je bedenkt dat ze het variabel hebben gemaakt. Normaal is het zo, als jij een transactie doet of je nou 500 USDT opneemt of 50.000 of 50. De transactiekosten gelijk. Dat maakt niet uit. Maar bij Qcoin, volgens mij het enige platform dat dat doet, is dat variabel met een maximum van schandalig. 30 dollar. Dus dat is gewoon heel duur bij Qcoin. En daar, daar verdienen ze een hoop geld op. Dat is gewoon een onderdeel van hun business. Ik vind het fout, maar goed, dat is wat ze doen. Dus je wilt wel even goed kijken, Tom, als jij van Qcoin jouw Cardano en jouw Polkadot gaat afhalen, wat je dat gaat kosten in termen van, van opnamekosten. Het kan zijn dat dat niet zo interessant is en dan zou je misschien beter kunnen zeggen, weet je wat, ik zet het allemaal even om naar een andere munt. Ik verkoop gewoon alles even. Ik, ik, ik zet het om naar USDT of zo. Uh, die haal ik er via een ander protocol af. Je hoeft natuurlijk niet per se de, de ERC20 blockchain te gebruiken. Er zijn ook andere blockchains die je kunt kiezen. En stuur het naar een ander handelsplatform. Daar koop ik er weer DOT en ADA voor. En die zet ik dan om tegen lagere opnamekosten naar of mijn eigen wallet of naar Bitfavo als je dat wilt doen. Kijk. Bitfavo is een, is, heeft ook een wallet, net zoals Qcoin heeft, maar die wallet dat is een zogenaamde beheerde wallet, dus een custodial wallet. Zij hebben de sleutel, jij niet. Het enige wat jij hebt is een wachtwoord en een inlognaam. Maar als Bitfavo morgen besluit, om, of Qcoin, allebei custodial wallets, eh, om jou die munten niet te geven, omdat whatever, technische redenen, probleem met de wallet, eh, geen idee... Je, ze, ze krijgen een vordering van een of andere uh, officier van justitie. Uh, om dat niet meer te doen. Ze geven je dit geld niet. Dan weet je, dan krijg je het niet. Het is niet jouw wallet. Not, wij zeggen altijd in crypto: not your keys, not your crypto. Als, het jou, als je niet zelf de sleutels hebt, heb je de crypto eigenlijk ook niet. En zoals je zegt: ik weet natuurlijk niet wat je visie en je strategie is, Tom. maar als jij uh, dat geld voor de, die crypto voor een langere tijd wilt bewaren. joh, haal er naar een eigen wallet toe. Dat is niet zoveel werk. Gewoon exodus installeren. Klaar, Ik hoop dat je wat hebt aan het antwoord trouwens. Komt er nog verdieping of een clinic over de 15-minuten-strategie? Uh, het wordt in de cursus behandeld. Af en toe toevallig gisteren heb ik het weer even over gehad. Uh, er komt niet echt een clinic over, want daarvoor is het niet spannend genoeg. We gaan er wel wat meer mee doen, ook in gratis video's. Wij gaan, en Marco, uh, Marco uh, Crypto, Marco dus. Uh, Marco, we gaan meer video's maken over dit soort dingen. Gewoon gratis video's. Geen clinics, geen cursussen en zo. Gewoon gratis video's. En er komt ook de set it and forget it manier. Het is niet de strategie, het is gewoon een manier aan uh, de orde. Dus ja, er komt de informatie over. Er zijn... Criteria waarop je een handelsplatform kan beoordelen betrouwbaarheid? Nee. Bitch, vraagt van Bitchion om 7 uur 48 Nee, die zijn er niet. Heel open en heel eerlijk. Geen één handelsplatform is 100% betrouwbaar. Geen één. Zelfs de geregistreerde handelsplatformen in Nederland, zoals uh, wat hebben we nog, meer? nou, in laten we die nog maar even uitpikken. Uh, Crypto.com is een tweede. Dat zijn handels, uh, Coinbase, dat zijn handelsplatformen met licenties in Nederland. Als je daar meer dan, ik weet het, het klinkt misschien als science fiction, maar als je daar meer dan 100.000 100 euro op hebt staan en er zou iets gebeuren met het handelsplatform, krijg jij maximaal 100.000 euro terug. Dus op dezelfde manier is geen één bank betrouwbaar. Als jij een bankrekening hebt met daarop meer dan 100.000 euro en die bank valt om en zegt niet dat een bank niet kan omvallen, dat kan echt altijd gebeuren. Dan krijg je helemaal 100.000 euro terug. Niet meer dan dat. Die 100.000 euro wordt door de Nederlandse staat gegarandeerd. Niet meer dan dat. Dus wat dat betreft is geen één bank betrouwbaar. Is natuurlijk ook niks betrouwbaar, want een sok waar je het geld in stopt, kan ook in de brand vliegen of, of noem maar op of zo. Dus dat is één. Als je nou weet dat. Ja, natuurlijk hebben we de andere handelsplatformen die geen licentie hebben in Nederland. Daar heb je helemaal geen garantstelsel. Dus als inderdaad er wat zou gebeuren met een partij als QCoin. Dan ben je inderdaad al je vermogen dat er op Kucoin staat gewoon kwijt. Dat is inderdaad een feit. Waarom zijn wij dan toch aan het handelen op dat soort platformen? Dit is iets wat ik eigenlijk al sinds de allereerste kliniek die ik ooit heb gegeven heb uitgelegd. Als, we, als je trade, als je handelt, dan kijk je niet zozeer naar de hoeveelheid geld die je hebt verdiend met een trade. Je bent meer geïnteresseerd in het, de hoeveel procent die je hebt verdiend in een trade en met traden. En een ervaren trader, die dit spelletje al een tijdje doet, hoeft niet jarenlang te zijn, maar ervaring heeft, heeft data verzameld. Die heeft een logboekje bijgehouden, gewoon een Excel spreadsheetje of gewoon op een achterkant van een sigarendoos van mijn part, waarin hij of zij exact opschrijft wat voor winsten die pakt, procentueel gezien met name. Daarom zijn die traders in staat, omdat ze die info hebben, die hebben die data, hun verdubbelingstijd te berekenen. Ze kunnen eigenlijk precies zeggen: Van ik heb vier maanden, vijf maanden, drie maanden, twee maanden, anderhalve maand, whatever, gemiddeld gezien nodig om datgene wat ik als tradingbudget beschikbaar heb te verdubbelen. Dan zou je zeggen: Nou, wat is dat nou relevant? Nou, stel je nou eens voor: je hebt uh, 250 dollar. Uh, 500 dollar. Iets, iets, ik zou even vertellen waarom dat bedrag. 500 dollar. En je weet dat jij twee maanden nodig hebt om die 500 dollar te verdubbelen. Dat heb je uit je eigen logboeken gehaald. Twee maanden kost het je normaal gesproken om die 100% verdubbeling te bereiken. Dan weet je dus als jij die 500 dollar opsplitst in twee keer 250 dollar. En met die 250 dollar ga je traden op handelsplatform 1 en handelsplatform 2. Dus je hebt twee handelsplatformen waar je op trade, allebei met 250 dollar en handelsplatform 2 zou omvallen, verdwijnen, wat dan ook, dan kost je dat weliswaar 250 dollar. Eigenlijk kost het je alleen maar twee maanden tijd. Je weet dat je dan op dat andere handelsplatform twee maanden lang moet treden om die schade uh, te niet te doen. En omdat wij in procenten denken, geldt dat dus niet alleen voor 250 dollar, het zou ook gelden als het... 2.000 dollar zou zijn, of 5.000 dollar zou zijn. Omdat je weet wat je verdubbelingstijd is, weet je dus exact hoeveel tijd je nodig hebt om, als je de helft zou verliezen omdat er een handelsplatform omvalt, het weer terug te halen. Via dat andere handelsplatform. En om nog iets verder te gaan, in mijn allereerste clinic die ik ooit gaf, en zelfs in een van de laatste clinics die ik ooit gaf, zei ik zelfs, veel traders traden niet op één handelsplatform, niet op twee handelsplatformen, maar op vier handelsplatformen. En scheiden hun vermogen dus in vieren. Dus overal een kwart. En ze weten dus, als ik één kwart zou verliezen. doordat, ik, doordat het handelsplatform omvalt. heb ik altijd die andere drie kwart nog. En ben ik in een gedeelte van mijn verdubbelingstijd, ongeveer, zeven, uh, ongeveer twee derde van die tijd. ben ik bezig om de schade in te halen. Maar het is niet meer de hele verdubbelingstijd. Het kost altijd iets. In dit geval kost het dus tijd. Zo kijken wij daarnaar en ik kan me voorstellen dat het een beetje laconiek overkomt. Van waarom doe je zo makkelijk over Qhorn of over whatever platform omvalt? Omdat wij weten dat we alleen tijd verliezen. Wat nooit leuk is, maar het is alleen maar wat tijd wat we verliezen. Dat is. Ik hoop dat je het model snapt. Als je helder hebt waarom procenten zo relevant zijn en waarom een procentwinst veel belangrijker is dan 5 euro, 50 euro of 500 euro winst... dan snap je exact waarom het probleem eigenlijk zo groot niet is... als je het op een fatsoenlijke manier managt. Als je al je geld op één handelsplatform zet, letterlijk en figuurlijk... dan loop je een veel groter risico. Dat zullen wij, dat, kijk, in het begin kun je vaak niet anders. Als jij met 100 dollar of 200 dollar begint, blijft veel geld. Maar eerlijk is eerlijk, het is geld waar je zonder kunt... Hè, want je hebt niet voor niks beter mee gaan traden. Je gaat alleen maar traden met geld dat je kunt missen... Ja, als je het kwijtraakt, ja, dan is het balen, maar het is niet anders. Maar als je gaat traden met geleend geld en je zet dan ook nog eens een al dat geld op één platform, dan loop je een risico dat het gewoon onverantwoord is. Dat wil je never doen. Sowieso wil je nooit traden met geleend geld. Je wilt nooit beleggen met geleend geld, want de wet van Murphy dicteert dat op het moment dat jij het geld nodig hebt, bijvoorbeeld uh, omdat je toch niet kunt missen, je moet een belangrijk iets betalen ermee, uh, het kan van alles zijn. Uh, dan, uh, je moet een nieuwe wasmachine hebben, of uh, het dak van je huis is er afgewaaid, noem maar op of zo, ik noem maar iets geks. Uh, dan is net de investering het minste waard, altijd. Dat is buy high, sell low, altijd. Dus je wilt nooit traden en beleggen met geld dat je niet kunt missen. En in de cryptowereld is dat nog eens een keertje extra zo. Je wilt nooit traden op één handelsplatform, en zeker niet met geld dat je niet kunt missen. Het is niet voor niets. Dat je mensen als Kevin en mijzelf en Sabrina en al die andere traders vaak op verschillende platformen bezig ziet. We, dit is de reden. En daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. Dit roepen we eigenlijk altijd al. Spreid je risico. Ik hoop dat ik het hier wat duidelijker mee heb gemaakt. En wat die criteria betreft, die zijn er dus niet, Bitsjon. Pieter Groots, een vraag over de halving van bitcoin. De beloning voor mijnen wordt gehalveerd. Klopt. Maar het produceren blijft toch op hetzelfde niveau? Oeh, dat is een heel interessante vraag. Het produceren van wat, Piet. Uh, het enige wat wordt een miner doet twee dingen. Een, een crypto, laten we zeggen een Bitcoin-miner. Er zijn ook andere manieren om crypto te creëren, maar laten we het even hebben over POW, zoals het heet, Proof of Work. Dus dat is Bitcoin bijvoorbeeld. Een miner is eigenlijk de hele tijd alleen maar bezig met het goedkeuren van transacties. En tegelijkertijd probeert hij een puzzeltje op te lossen. Dat puzzeltje was vroeger, hoop aan verteld, heel makkelijk. Maar is door de jaren heen steeds moeilijker geworden. Omdat steeds meer mensen proberen die puzzel op te lossen. Dat is hoe het systeem werkt, het Bitcoin-blockchain-algoritme. Hoe meer mensen proberen om die puzzel op te lossen, des te moeilijker de puzzel wordt. En dat komt omdat de tijd die het heeft gekost om de puzzel op te lossen, wordt gebruikt om de puzzelmoeilijkheid te bepalen. Als morgen opeens de helft van alle miners ermee zou kappen. Dan wordt er meteen een hoop fut in de wereld gegooid. Oh, de helft van de miners stopt ermee, alles gaat fout. Wel nee, het blockchain-algoritme lost dat vanzelf op door de puzzel dan gewoon een stuk makkelijker te maken. Zodat de tijd die het kost om bitcoins te minen altijd net zo lang blijft. Ongeveer 10 minuten. Het is geen vaste 10 minuten, maar het is ongeveer 10 minuten. Dus dat is één. Wat er verandert is de beloning die mensen krijgen. Als zo'n puzzel is opgelost. Dus als een miner erin is geslaagd om een puzzel op te lossen. Hij krijgt nu iets meer dan. Op dit ogenblik nog. Iets meer dan 6 bitcoin. Straks na. Waarschijnlijk rond 20 april. De data is een beetje. Niemand weet nog exact. Maar dit is volgens mij. Bij rond de 20e. Dan krijgt diezelfde miner. Voor het oplossen van diezelfde puzzel. Nog maar 3 bitcoin. De helft. Iets meer dan 3 bitcoin. Dus dat is het enige wat er verandert. Maar. De transacties die die miner goedkeurt, de die om, uh, die zijn nodig om een pagina te maken in die blockchain. En de, 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 de puzzel die moet worden opgelost blijft dezelfde puzzel. Zou we nu als gevolg van die halving? Heel veel miners zeggen van ja, dit heeft geen zin meer. Ik krijg nu maar zo weinig bitcoin hiervoor. Ik stop hiermee, De kosten die ik maak in de vorm van stromen en zo zijn veel hoger dan de bitcoin waarde die ik ervoor terugkrijg. Ik kap er mee dan zul je zien dat de puzzel makkelijker wordt, omdat er minder miners zijn. Er zal een hoop uh, uh, reuring ontstaan, iedereen fut erover als een gek, maar in de praktijk stelt dat dus niet uh, veel voor. Ik ga weer even deze chart renewen, want je ziet het, het lijkt erop dat we nauwelijks meer volume hebben, dat is dus niet waar. Er is best wel volume, maar uh, Hypertrader toont dat even niet. Daar is de chart, het is exact dat gebeurt waar ik al voor vreesde toen we begonnen met het café. De prijs stijgt even wat en... Comprimeert daarna als een gek, er gebeurt helemaal niks. Hoe zit het met de Bitcoin-prijs? trouwens? Gedropt, daar is de uitbraak naar beneden. Ja, inderdaad, dit was wel. Ja, hoewel, is het een uitbraak naar beneden? Vijf minuten short, Kom iets beter zien. Uh, nog niet eens echt een uitbraak geweest, nee, steeds nauwer nog. Ik zie het verschil, de prijs zit nu boven de MA20. Iets, maar de MA20 moet nog door de MA50 heen hoor, voordat dit bullish wordt. De kans op een uitbraak is realistisch, absoluut nog steeds realistisch en nog steeds groter, dat de, de kans dat de prijs naar beneden gaat. Nog steeds groter dan naar boven, want kijk maar hier naar die OBV, die is bearish geworden ook nog een keer. Dus als er een uitbraak komt, waarschijnlijk die kant op. Dat is hoe ik het op dit ogenblik zie. Dit kan dicht, en hier is de chart waar we nu in zitten. Oké, okay, volgende leuke vragen trouwens. Tom, Oprichters zijn aangeklaagd voor meerdere vormen van fraude. Dat klopt, twee op, twee, de twee oprichters. Ja, sterker nog. Je doet de vrije lucht erover, waar rook is, is vuur. Ja, dan gaan we weer hetzelfde verhaal. Uh, ook Cizier is aangeklaagd voor fraude. Binance bestaat er nog steeds. Het is niet prettig wat er gebeurt. Ik zeg er nog één ding bij: het feit dat een Amerikaanse officier van zijn justitie een crypto-handelsplatform aanklaagt, kan ik niet 100% serieus nemen. Simpel. Dat, wat ik nu zeg, snap je waarschijnlijk wel. Uh, hier speelt natuurlijk al, ik ben geen samensvindingsdenker, maar. Uh, misschien heb je wel. Oké, okay, wat je zou kunnen doen, Tom. Misschien heb je hier wat aan. Ik heb hier een podcast aangewijd en ik beloof je dat ik in een van de volgende donderdagpodcasts, de thema podcast, dat onderwerp er nog een keertje bijhaal. Je zou eens kunnen googelen op een term die je misschien nog niet kent: Operation Chokepoint 2. Operation Chokepoint 2. Operation Chokepoint is, de, de eerste Operation Chokepoint is ooit, op, wat dat is, even heel kort, maar in de podcast kom ik erop terug. Het blijkt dat de Amerikaanse regering er heel veel aan heeft gedaan om uh, gokken en porno in Amerika zo lastig mogelijk te maken. Daar zijn mechanieken gebruikt, aantoonbaar. Want dit trouwens, uh, Operation Chokepoint is bedacht niet door mijzelf. Het is geen samensweringsgroep of zo. Een advocatenkantoor heeft dit ontdekt. En die hebben een heel lijf document hierover geschreven met alleen maar feiten die gewoon niet weerlegbaar waren. Waarin heel duidelijk werd aangetoond dat de uh, tabaks, gok en porno-industrie in Amerika ontzettend heeft geleden onder uh, het beleid van de Amerikaanse regering. Die heeft gezegd tegen banken van, zorg ervoor, zij mogen geen klant meer bij jou worden. Breng dit in een hoek waarin, uh, zeg maar, uh, de link met criminaliteit heel snel wordt gelegd. Nou, dat is voor Operation Chokepoint 1 hartstikke goed gelukt. En nu is Operation Chokepoint 2 aan de gang. Niet nu hoor, al een tijdje lang. Opnieuw geen samenstellingstheorie, puur een advocatenkantoor, uh, dat hier, uh, hoe heet het, Holland Incorporated geloof ik, dat hier waanzinnig veel tijd aan heeft besteed, en opnieuw een heel lijvig document heeft opgesteld, dat jij gewoon kunt downloaden, het is gewoon beschikbaar waarin je exact kunt lezen wat voor technieken er worden gebruikt om crypto een, in een hoek te zetten van uh, terrorisme, criminaliteit, witwassen, enzovoort, enzovoort. En als je Operation Chalkpoint 2 kent, dan snap je waarom de Amerikaanse officier van justitie nu al aangeeft in persberichten dat ze strafrechtelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Normaal, ik wil het niet mooier maken dan wat het is, want het is natuurlijk, als het klopt wat de Amerikaanse officier van justitie zegt... Dan hebben deze gasten natuurlijk echt wel iets om verantwoording over af te leggen. Maar, laten we zo zeggen, ik ken CZ van Binance, de ex-baas de van, ex van Binance, persoonlijk. En ik weet dat heel veel dingen die op dit moment worden gezegd door de Amerikaanse uh, uh, dist, uh, uh, hoe je, officier van justitie, gewoon niet kloppen. Zijn gewoon niet waar. Maar ja, snap je? Dus, het, is, dus, het is vaak toch iets anders dan het lijkt. Dat is het enige wat ik wil meegeven. En, ik probeer gewoon altijd zo breed mogelijk geïnformeerd te zijn over dit soort zaken, uh, Tom, zo breed mogelijk. En daarom lijk ik er misschien heel laconiek over te doen, maar ik heb me zo breed mogelijk geïnformeerd over dit soort zaken en ben dus soms inderdaad wat anders uh, qua mening dan iemand die, ik bedoel niet jou, maar gewoon zeg maar, iemand die gewoon een paar futjes leest. Dat is hoe ik het zie. Maar goed, doe je do your own research, zou ik zeggen. Oké, okay, Tom gaat op. Dat is zelf Tom, volgens mij, net. Ik moet nog even een hardware wallet kopen. Binnenkort echt maar even doen. Ik gebruik XRP voor het versturen. Ja, Tom, je zou al. Je hoeft niet eens. Je kunt al wat hardware wallets kopen natuurlijk. En veel mensen zijn er ongelooflijk fan van. Andere mensen gebruiken ze niet. Je zou er ook gewoon voor kiezen om een warm wallet te, te kopen. Gewoon een Exodus wallet op je telefoon bijvoorbeeld. En daarheen te sturen. Dan kun je later altijd het nog op een ledger zetten of een Trezor of zo. Hallo, zegt Wouter. Ik uh, laat mijn munten, uh, Solana, Matic en Polkadot, op Binance staan in een Earn Wallet, Fix Flexible, in plaats van naar mijn Ledger. Is dit wel verstandig? Wouter, A, ah, bedankt voor het feit dat je zoveel vertrouwen in ons hebt, dat je ons die vraag stelt, waarbij wij natuurlijk ook alleen maar onze mening kunnen geven. Bij Binance en bij die Earn Wallets van Binance wil je heel goed uitkijken. Niet, het is niet onbetrouwbaar of zo... Opnieuw, Binance is niet geregistreerd in Nederland, heeft geen licentie. Maar als je Binance al lang tijd volgt, dan weet je hoe zij omgaan met problemen waarbij funds opeens verdwijnen. Kijk maar eens terug naar de zomerhack van ik geloof 2019. Toen heel veel mensen helemaal in paniek waren en uiteindelijk er niets is gebeurd. Uh, ze hebben een fonds hè, dat speciaal is opgericht om dergelijke problemen op te lossen als er wordt gehackt of zo. Maar los daarvan, waar je weer uit wil kijken bij Binance met die Earn Wallet, is de rente. Je zegt zelf al: er zijn twee manieren, fixed en flexible. Uh, ik ben niet zo van de fixed wallets op Binance. Ik vind het allemaal niet zo spectaculair. Je, uh, het is niet voor niks dat die wallets fixed zijn. Ze lenen dat geld uit aan derden. En uh, de kans is vrij groot dat er met de prijs. Ont Kijk, crypto is zo volatiel, niet alleen op het ogenblik, eigenlijk altijd al. Niemand kan voorspellen waar het heen gaat met de prijsontwikkeling van bepaalde munten. Dat geldt, moet je kijken, voor Solana. Kijk even terug naar wat Solana uh, drie maanden geleden deed en wat het nu doet in prijs. Stel je voor, waarschijnlijk zou je als je Solana nu gewoon in je, um, in je eigen wallet zou hebben staan. Dus in ieder geval flexibel als je het op earn hebt staan. Of in een spot wallet op een handelsplatform of in je eigen wallet. Zou je al langer gedeeld hebben verkocht om winst te pakken? Dat is niet mogelijk als je het in een, uh, een wallet zet die fixed is. Ja, je kunt het eraf halen, maar je bent dan al je rendement kwijt. En daar komt bij dat die flexibele wallets van Binance, de rente erop is gewoon, is gewoon niets. 0,1 is veel beter geweest vroeger, hoor. maar op dit ogenblik is het wat 0,1, 0,2, 0,3 procent. Een paar muntjes met een procent of meer, maar dat is zo weinig rente dat trade je sneller bij elkaar, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben daar niet, zelf niet zo'n fanatiek mee bezig meer. Vroeger was ik dat wel. Kijk, ik ben heel erg geïnteresseerd nog steeds in launch pools, launch pads af en toe. Uh, eventueel airdrops zijn altijd interessant, maar name die launch pools, die, dat was echt gewoon big fun. Dat is nu veel minder geworden. Het rendement dat je pakt op een Earn Wallet, op Binance, is niet zo heel goed. Niet zo heel hoog. Uh, voor mij te laag in ieder geval. Dus dat is, daar ben ik niet zo heel enthousiast over. Dat is hoe ik het vind. Of het verstandig is, ja, dat, ik heb daar net uitgebreid over gesproken. Ik denk dat dat wel duidelijk is inmiddels wat mijn mening is. René, welke clinic moet ik als eerste volgen als beginner? René, hou je vast. Geen één. Oh jee. Als je net bent begonnen, René, met tweede, en je vindt jezelf nog een beginner, koop vooral geen clinic. Hoe gek het ook klinkt. Zijn ze niet goed dan? Ze zijn fantastisch. De cursus is cool, alle clinics die we geven zijn waanzinnig goed, maar je hebt het niet echt nodig. Dat komt wel een keer. Ik zou je eerder aanraden om via www.cryptocoins.nl slash start, gewoon de hele serie gratis video's te bekijken die daar voor je klaarstaan. Dat zijn video's waarin eigenlijk alle aspecten worden uitgelegd. Sommige van die video's zijn een beetje verouderd. Spoiler alert, daar komen we nieuwe van. Maar de informatie is nog steeds relevant. Neem gewoon de tijd en de rust om al die video's even te bekijken. Er zitten een paar hele lange video's bij. Waaronder mijn video, zo kun je zelf leren traden met bitcoin. Die duurt volgens mij 2 uur en 20 minuten of zo. Of nog langer, hij is veel te lang. Maar is, een, is de populairste video die we hebben op cryptocurrencies. Die is honderdduizenden keren bekeken. En eigenlijk zit daar alles in. Wat je moet weten om zelf aan de slag te gaan. Dus bekijk eerst die video's. Dat is één. Stap twee. Zorg, kom in verbinding. Oftewel sluit je aan bij een netwerk. Ons Discord-netwerk bijvoorbeeld. Een Discord-server is steeds populairder aan het worden. Er wordt steeds meer gepost. Uh, daar vind je heel veel mensen die uh, uh, met elkaar aan het traden zijn. Die met elkaar praten over het traden. Die je informatie kunnen geven. Vragen kunnen beantwoorden enzovoort. Dus dat is het tweede wat je wilt doen. En het derde wat je wilt doen. Kom, maar daar ben je al. Kom naar livestreams zoals deze, waarop je ons ziet traden. Dan gaat het soms beter dan uh, andere keren. Nu vandaag is het gewoon drie keer niks. Er gebeurt gewoon helemaal niks met deze trade. Geen wonder. De hele wereld zit met spanning te wachten over wat Bitcoin gaat doen, denk ik, op dit ogenblik. Straks zal de wel waarschijnlijk wel weer gaan bewegen. En wordt dit misschien ook wel weer een winst trade. Maar we hebben ook weken gehad in het café, dat je op een hele makkelijke manier kunt zien, live. Wat je ook in die video al hebt gezien. Hoe je kunt traden. Hoe dit spelletje werkt. Want één ding wil ik je nog duidelijk aangeven. Het is veel makkelijker eigenlijk dan je denkt. René, leren traden is eigenlijk niets anders dan een strategie kiezen die werkt. Je kunt prima met de CryptoCoiners Day Trading strategie beginnen, die we hier gebruiken. Super simpel, werkt prima. Dat is niet zo moeilijk. Het leren wat die strategie is en hoe, die, hoe dat allemaal werkt, heb je in een paar uur gewoon echt onder de knie, met die gratis video's. Dan komt de fase dat je dit gaat oefenen. Waar zitten de knopjes? Hoe installeer je dat allemaal? Hoe stuur ik geld naar zo'n platform? Beetje handelen of een beetje pielen, maar dan krijg je ook wat voor elkaar. En dan merk je opeens: nou, dat is eigenlijk best wel makkelijk. En dan komt het grootste probleem, en daar kan geen clinic of cursus je echt 100% bij helpen. Dat is: hoe ga je om met de stress? Hoe ga je om met het gevoel van: oh jee, ik sta op verlies, wat nu? Of oh jee, ik sta op winst, wat nu? Kan ik er nog meer uithalen? Of moet ik misschien maar stoppen met deze trade? Dat zijn dingen die leer je in de praktijk alleen maar door het zelf veel te doen en door er met anderen over te praten. En nu komt het: merk je op een gegeven moment dat je in het spelletje door begint te krijgen, maar dat je toch nog wat verdieping of structuur kunt gebruiken, dan is het moment daar naar mijn mening om cursussen te gaan volgen, clinics te gaan volgen enzovoort. Dus dat is het belangrijkste. En dit geldt eigenlijk voor 80, misschien wel 90 procent van onze hele cryptocurrency-community. Heb je toch al eerder het gevoel dat je graag alles zo gestructureerd mogelijk uitgelegd wilt krijgen, kun je altijd nog een clinic kopen. Maar het is niet, per definitie niet, noodzakelijk om te doen. En we hebben ook niet, zo, zoals je merkt, geven we ook niet zoveel live clinics op dit ogenblik. We prefereren gewoon om meer van onze content gewoon gratis ter beschikking te stellen. Zoals hier in streams en zo. En die clinics komen later wel. Oké, okay? ik, ik, dus ik hoop dat ik hiermee... Het klinkt heel raar, maar het lijkt erop dat ik je blijkbaar geen producten wil verkopen. Als het niet nodig is, nee. Pas als je echt denkt van ja, nu voegt het wat toe. Dan kun je dat altijd nog doen. Maar begin met die gratis content. Um, dus in, indirect hoor ik het advies, zegt Roland, om te spreiden over meerdere platformen. Dat is zin, absoluut niet indirect, Roland. Dat is zeer direct. Dat is een van de dingen die we al roepen sinds 2016 hier. Je wilt altijd, uh, dat geldt niet alleen bij, bij uh, crypto-training, ook bij aandelen-training. Waarom zou je bij één broker gaan zitten? Spreid altijd, diversifieer altijd. Diversificeer, niet alleen in. De hoeveelheid dingen waar je in belegt. Dus misschien een beetje crypto, een beetje goud, een beetje stenen, een beetje uh, olie, whatever, aandelen. Maar diversificeer ook in de platformen waarop je belegt. Altijd, tuurlijk. Ja, dus min of meer. Uh, Common sense eigenlijk. Saskia zegt, ik heb vandaag USDT van Qcoin naar Binance overgemaakt via NEAR. De transactie, exact Saskia. De transactie was binnen een paar minuten afgerond en kostte maar 1 dollar aan fee. Dat is, wat ik wil, dat is wat ik wilde aangeven Saskia. Er zijn vaak meer manieren, volgens mij heb ik het ook gezegd hoor, meer protocollen die je kunt gebruiken, meer blockchains die je kunt gebruiken, om iets van A naar B te brengen. En niet alle uh, protocollen werken op dit ogenblik. Ik heb hier Een voorbeeld vanochtend. Vroeg werkte Optimism, deed het niet. Uh, Solana deed het volgens mij niet. Nou, is dat sowieso een beetje een issue op dit ogenblik. Uh, wel, ERC20 deed het, of twee, neer deed het ook inderdaad. Maar de meeste mensen denken: van, oh, je moet al wat ERC20 gebruiken. En daar wordt, naar mijn mening, en ik hoop dat ze meeluisteren, door Qcoin schaamteloos misbruik van gemaakt. En zelfs neer, eerlijk is eerlijk, Saskia, is ook gewoon nog te duur. Dat is veel goedkoper. Dus daar verdienen ze ook weer op. Maar goed, dit is zoals het is. Dat is een interessante vraag. Hans die heeft het volgende probleem: Hij zegt, ik heb wat coins gekocht. En die coins komen in beschikking op Bybit. En ik wil die dingen natuurlijk meteen verkopen, slim ons. Want na een listing gaat de prijs altijd heel hard omhoog, door het dak vaak. Kan ik die coins nu alvast niet op Bybit zetten? En het antwoord is nee. Dus volgens mij geen manier van, geen, niet dat ik weet, misschien mis ik iets. Dus geen manier om aan een walletadres te komen dat er nog niet is. Dus nee, dat zou ik niet doen. Dat, ik, weet niet hoe het, ik weet niet of het kan. Ik vraag het bij ons op Discord eens, dus, maar ik, ik, ik weet niet of dat kan. Dat zou me verbazen. Uh, Leon zegt zelf al: Als Bybit ze niet gelist heeft, kun je ze niet naartoe sturen. Nee, dat klopt. Pas als ze gelist zijn. Wat zijn de verwachtingen van Bybit? Miert, ik weet niet of je meeluistert. Miert is de grote baas in Nederland van Bybit. Um, naar mijn mening is het succes van Bybit in landen als Nederland, waar ze uh, uh, trading nu hebben verwijderd, heel erg afhankelijk van het handelsvolume. En dat is in spot, spot betekent dat je gewoon echt coins koopt. En derivaten koop je gewoon met recht op coins, om het zo te zeggen. Je werkt met contracten, maar spot trading is wat we hier doen. We hebben net echt een hoop KCS gekocht. Die zijn proberen om nu te verkopen met winst. Het Daar heb je volume voor nodig. Er moet wel worden gehandeld op die platformen. En bijvoorbeeld, kijk naar deze trade. We hebben net KCS gekocht. De afgelopen 24 uur... Is er wat deze munt betreft voor 8 miljoen dollar in verhandeld? Dat maakt dit, het, het is niet heel erg hoog, maar hoog genoeg om ermee te kunnen traden. Op Bybit zou je voor een soortgelijke deze munt staat niet op Bybit, geloof ik, maar zou je voor een soortgelijke munten misschien maar 1 miljoen zien of zo. Dus het handelsvolume op Bybit is gewoon veel. Je kunt het wel zien trouwens. Hier heb je een overzicht van het, uh, hier zit trouwens, van de markten. En als ik kijk naar, deze Qcoin bijvoorbeeld. Als ik het even sorteer op volume, kijk hier, uh, ik pak even het eerste scherm. En ik weet niet of je kunt, mee, ja, je kunt meekijken, dan kijk ik even zelf mijn scherm. De eerste lijst met munten, dit is QCoin. Dit is dus gesorteerd op volume, op handelsvolume, verandert natuurlijk steeds. Maar kijk, de laatste in de lijst hier, in de, op dit scherm, is 10 miljoen. Oftewel, Vera versus de dollar is de afgelopen dag voor 10 miljoen dollar in verhandeld. Nou, dan gaan we eens even naar Bybit. Bybit is deze. Dan kijken we even naar hetzelfde feest. En dan scrollen we eerst even andersom, dat is deze. Oh, dit werkt niet helemaal goed. Uh, ik weet niet meer waarom dat niet helemaal lekker gaat. Uh, even kijken hoor, dit is een bukje. Oh, ik weet het al, dat heeft te maken met het feit dat USD aan, USD aan staat. Dit is hem. precies, nu is het wel goed. Oké, okay. en dit is 169 miljoen. Oké, okay. dit is meer geworden. Het lijkt erop. Is, is dit Bybit? Kijk, 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 dit is heel interessant. Even kijken, dit is Bybit. 109, klopt, ja, de sortering klopt. 169 miljoen. Hoe zit het met Qcoin? En uh, dit is. Ik weet niet of dit klopt. Als dit klopt, is er iets veranderd afgelopen week. Oh, dit zijn derivaten. Ja, nee, dit is dit, ik wil alleen maar spot hebben. Uh, ik wil al zeggen: dit moet uit. Ja, dit lijkt er meer op. Oké, okay, dit is Bybit, Dit is serieus. 27,16 is de laatste plek hier op Bybit. Het is meer geworden. Het is duidelijk meer geworden. Qcoin, ja, yeah, meer geworden. Het lijkt erop dat een belofte van uh, Bybit is ingelost. Ik wist dit niet. Ik zie dit voor de eerste keer. Ik weet niet of het lijkt erop dat het echt zo is dat er meer volume zou komen op Bybit. Want dat is een lang antwoord op de vraag die net werd gesteld. Wat vind je van Bybit? Wat denk je van Bybit? Wat zijn de verwachtingen van Bybit? De verwachtingen zijn dat als ze hun handelsvolume op orde krijgen, dan zou het wel eens een heel populair trading platform ook in Nederland kunnen worden voor spot. En dat was het. Heel lang, echt niet. Het lijkt er nu op dat ze het op orde beginnen te krijgen. Wat nodig ook, want ze komen we nu met spot margin in Nederland. Ik denk dat we het eerder serieus gaan testen. Bijvoorbeeld hier in het café, gewoon met z'n allen voor de fun. Volgende week woensdag bijvoorbeeld gaan we eens live traden op Bybit in plaats van op QCoin. Kijken of het inderdaad ook werkt. En als dat zo is, interessant. Uh, als je de link hebt gebruikt om lid te worden van Bybit, cryptocoins.nl slash Bybit. Dan kom je in aanmerking voor leuke acties enzovoort, gratis bonusgeld, uh, soms gratis iPhones en iPads die ze weggeven. Formule 1, Bybit is een sponsor van de Formule 1 van, van het uh, Red Bull team. Wie weet wat daar nog voor leuke merk uh, uitkomt. Het nadeel van Bybit is dat je geen commissiekorting krijgt. Bij QCoin krijg je dat wel als je onze link hebt gebruikt. Bij Bybit is ons dat niet gelukt. De, die doen niet aan dit soort dingen, niet permanent in ieder geval. Maar als het volume zo hoog blijft, als het nu lijkt te zijn, en dit is echt nieuw. Dan euh, zou het interessant kunnen worden. Jammer dat ik hier van Bybit zelf nog niks over heb gehoord. Ik weet nog niet of dit echt 100% klopt. Ik ga er vanuit van wel. Maar dit is veel, veel, veel belovend dit. Ik weet niet of of je meekijkt, maar dit is cool. Dit is nieuw. Dit hebben we nog niet eerder gezien. François, hypertrader of Al-Trady. Interessant. Diezelfde vraag werd gisteren gesteld tijdens de cursus. Ik denk dat het antwoord op de vraag afhangt van degene aan wie je die vraag stelt. Ik weet er er een aantal vervente altrader uh, fanaten Ook bij ons in de cryptocurrency community. We hebben ook een aantal fanatieke Hypertrader aanhangers. Uh, het lijkt een beetje Apple Microsoft soms. Hè? Of, Apple of Windows. Wat mij betreft is het op dit ogenblik vrij eenvoudig. Als je gaat voor snelle daytrades, eigenlijk wat wij hier doen, scalping, dan heb je behoefte aan snel geüpdate charts. Daar is Hypertrader beter in dan Altrade. Zelfs hier zitten er wat bugs in. Dit is een nieuwe versie van uh, Hypertrader. Dit slaapt natuurlijk drie keer helemaal nergens op, dit volume. Als we de pagina nu verversen of de, de website verversen, zul je zien dat dat gewoon niet klopt. Kijk, nu is het opeens wel volume. Kortom, dat is een bug. Maar cells en buys worden meteen verwerkt. Als een celorder wordt gevuld of een buy order wordt gevuld, je ziet dat meteen terug. Meteen. Bij Altrady kan dat duren. Dit is niet iets wat ik zelf verzonnen heb. Ook Altrady geeft dit toe. Dit is een aandachtspunt bij hen op dit ogenblik. Het is niet zo snel als het zou kunnen zijn. Het kan soms. Als je, de, als je mijn trading cursus hebt gevolgd, dan heb je gezien de video waarin ik aan het traden was, uh, op, via trading op uit mijn hoofd, Pibit op Qcoin. Ik weet niet waar ik het om het traden was. Pibit volgens mij. Dan zie je dat het heel, best wel lang duurt, 10, 20 seconden, voordat een order die al was gevuld, zichtbaar werd als gevuld. En dat is niet altijd prettig. Je wilt die data gewoon meteen hebben. Dat betekent dat Altrading niet zo 100% op dit ogenblik geschikt is voor snelle day trades. Er gaat daar wat te veel fout. Maar Altrading beschikt over smart positions. En dat betekent dat je een trade zoals ik hier doe eigenlijk gewoon voor een groot gedeelte van tevoren al kunt instellen. Dit is een van de dingen die Altrading nu kan. Stel je voor, je hebt uh, 100 dollar en je wilt met die 100 dollar in één trade. Dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, ik zoek gewoon een aantal mogelijke trades uit. Ik zet alles klaar: mijn kooppunt, mijn verkooppunten met winst, mijn verkooppunt met verlies, mijn zogenaamde stoploss. En de, het moment dat die order moet worden geplaatst, dat mijn kooporder actief moet worden. Maar hij mag nog niet op de exchange worden geplaatst. Dat kun je bij L2D wel voor 10 trades tegelijk doen of voor 20 trades tegelijk doen. Je hebt dus dan op 20 charts mogelijk een trade. En pas als de prijs komt in de buurt van de plek waar jij zou willen instappen. Wordt er ook daadwerkelijk gekocht. Dat betekent dat je niet op één trade zit te wachten, maar op één van twintig mogelijke trades. Je hoeft dus niet al je eieren te zetten op één mogelijke kans om op een trade te gaan haken. Nee, je pakt gewoon, hij pakt gewoon voor jou de eerste trade die beschikbaar komt. En doet daarna de rest ook volledig automatisch. Hij trailt mee met de prijs, je kunt meer TP's, meer take profits instellen. Dat maakt Altrady een hele coole tool. Maar niet zozeer voor snelle Day trades. Wat je zou kunnen doen is Altrading gewoon eens testen met paper trading. We hebben een link voor Altrading, een kortingslink, cryptocoins.nl/altrading. Hoe makkelijk kan het zijn? Dan krijg je korting, volgens mij 15% of zo, op de prijs die je uiteindelijk voor Altrading gaat bepalen, betalen per maand of per jaar. Maar je kunt het gratis proberen door te paper trading. Je trade dan dus niet echt, maar het lijkt wel heel echt. Ik heb laten zien in de cursus hoe dat werkt, het is heel, heel moeilijk om in te stellen. Dan kunnen bijvoorbeeld zeggen, ik doe alsof ik 1000 dollar heb. Op uh, QCoin of op ByBit. En dan ga ik mee traden. En dan lijkt het net echt. Het is alleen geen echt geld. Het lijkt net echt. Dat kan hypertrader niet. Het voordeel van hypertrader is dat er een gratis versie is. Waar je wel echt kunt traden. Op één handelsplatform maar, weliswaar. En met niet zoveel indicators als ik hier gebruik. Daar moet je voor betalen als je dat wel wilt. Dus eigenlijk geldt het voor beide platformen. Als je het wilt gaan gebruiken, echt wil gaan gebruiken, betaal je. Dat is nu eenmaal zo. Maar ze hebben op dit ogenblik dus beide hun voordelen en hun nadelen. Ik zou het maar allebei proberen. Het is gewoon de moeite waard om er allebei naar te kijken. En ik gebruik ze beide. Ik gebruik uh, HyperTrader voor snelle daytrades. En ik gebruik alt voor, uh, voor de challenge bijvoorbeeld. En voor Set It On Forget It trades om 15 minuten in te vallen. Doe ik bijna allemaal met alt niet zo, niet zo graag met HyperTrader. Regels omtrent crypto zijn echt kaar. Op zich mogen ze toch niks blokkeren. Als je er maar inkomstenbelasting over de over geld. Tom, jij wilt echt even naar Operation Chokepoint gaan zoeken. Dan zul je zien, sommige dingen kloppen gewoon niet. Ik bedoel, nogmaals, ik ben echt geen samensweringsdenker. Maar sommige dingen kloppen gewoon niet. Als je er echt over nadenkt. Hoe kan het zijn dat... Waarom is het in Nederland niet mogelijk om op Bybit bijvoorbeeld met derivaten te kunnen handelen? Waarom kan dat niet? Waarom wordt dat verboden? Als je dit op een verantwoorde manier doet... Is er niks onveiligs aan? Waarom wordt voor mensen besloten dat ze dat soort dingen niet kunnen doen? Waarom kun je niet meer in Nederland straks, in heel Europa straks, contant betalen met meer dan 3000 dollar, euro? Als jij straks met meer dan 3000 euro iets contant wil kopen, dan word je meteen gezien als een potentiële misdadiger. Want jij kunt nooit over zoveel contant geld beschikken. Mijn opa en oma hadden alleen maar contant al geld in huis. En mijn ouders ook. Die hadden alleen maar contant al geld in huis. Die, die vertrouwden de bank niet. Terecht, naar mijn mening. Maar dit zijn dingen die kloppen niet. Je moet je af en toe afvragen: van waarom gebeurt dit soort dingen? Daar krijg je nooit een antwoord op. Je kunt wel zeggen: hoe kan ik me tegen dit soort dingen min of meer wapenen? waarom kan ik niet zelf over mijn eigen geld? Het is toch mijn geld? Oké, okay, maar goed, andere discussie, niet voor nu. Na twee jaar traden, alle emoties en fouten hebben doorlopen, heb ik nu meer behoefte aan verdieping. Oké, okay, dan is duidelijk Hans. Hans, neem nu even niet, want normaal is die site wordt echt even onder, onder de, ligt op dit ogenblik echt onder de hamer. Er wordt echt veel gebouwd nu, maar kijk overmorgen of zo, even of tijdens het paasweekend, Hans, even naar slash training Niet trading, maar training, zoals in trainen, zoals in hardlopen. Uh, daar vind je een beetje alles wat we te bieden hebben. Werkt Hypertrader als programma niet meer? Moet je via de site? Ja, je moet via de site. Je moet niet via de site, maar het is nu een webapp geworden. Dus de, de app die je had, die je kon downloaden, werkt niet meer. En is nu inderdaad vervangen door een webapp. Ja, klopt. Zoals je mij ook kiezen, doen. ik handel nu via gethypertrader.com. Uh, Roland post hier een interessante. Uh, ik hoop dat je meeluistert en meekijkt. Benoit is de grote baas van All Trading, Gaat helaas niet altijd goed, zegt Roeland, om 8 uur 48 met smart orders via All Trading verkooporder niet uitgevoerd wegens een te laag bedrag. Opmerkelijk, omdat het aankoopbedrag lager was dan de verkooporde. Ja, dit, dit zijn problemen, daar lopen meer mensen tegenaan. Eh, ik bedoel, eerlijk gezegd, eerlijk, Kevin en ik, doen, we zijn best heel enthousiast over All Trading. Zonder hackhead. het werkt vaak heel erg goed. Maar zowel Kevin als ik hebben situaties meegemaakt dat wij hele mooie trades... Uh, heel slecht hebben moeten afsluiten door softwareproblemen. En dat is natuurlijk balen. Het is gewoon echt balen als het gebeurt. Ik had veel hoger kunnen staan en Kevin ook. Maar goed, het is zoals het is. En waarom geen TradingView, Jack? Jack, TradingView is prima... maar niet zozeer om echt te kunnen traden op crypto-markten. Er zijn een paar... Handelsplatformen die je inmiddels aan TradingView kunt koppelen. Er zijn een paar crypto brokers die dat mogelijk maken. Maar TradingView is een trading tool. Een, sorry, is een chart-analyse tool. En niet per definitie een trading tool. In ieder geval niet voor crypto, wel voor de traditionele markten. Dus dat is de reden. Ik probeer maar eens te gaan traden op QCoin met TradingView. Dat werkt niet. Ik heb er nog een in de gang wenskracht. Je kunt webhooks gebruiken. Dus je kunt een omweg gebruiken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Ik gebruik een webhook van Altradie. Om vanuit TradingView op Altradie een Link te, een trade te plaatsen. Maar je komt dan ook niet om Altradie heen. Dus dit, dat is nog niet zo makkelijk. Als je misschien denkt dat het is. Henkie zegt: interessant. De trage buy-of-sell meldingen op Altrade ondervang ik door tevens de gratis versie van HyperTrader aan te zetten. Dan hoor ik de meldingen via HyperTrader meteen en ik vervest de grafiek handmatig op Alltrady. Henk, briljant. Heel goed idee. Als je te lang zit te wachten op, uh, op de meldingen van Altrade, kun je HyperTrader ook aanzetten. Je hoeft daar niet op te traden, dus je hoeft geen indicators open te zetten. Als je maar op één handelsplatform trade, is dat prima. Maar eerlijk en eerlijk, Henk, het is cool hoor, echt, dit soort dingen vind ik echt fantastisch. Mensen die zo vindingrijk zijn, die hier gewoon opkomen. Alleen het is natuurlijk niet wat je wilt, eerlijk en zeerlijk, dat moet gewoon werken. Kijk, beide producten kosten geld, Althewede kost ook geld en niet zo goedkoop. Je wilt gewoon dat het goed werkt, dus ze lossen dit ook wel op. Maar tot die tijd is het gewoon even schipperen. En wat ik wel altijd zeg, we zitten nog steeds natuurlijk... Kijk, die gasten van Althewede hebben het ook niet makkelijk. Handelsplatformen komen en gaan. Uh, handelsplatformen veranderen voortdurend hun uh, communicatiemethodes met een tool zoals Altrady. Uh, hun API, zoals het heet, een API. Dat verandert voortdurend. Dan moeten ze steeds weer dingen op aanpassen. Dan komen meldingen van handels. Wij merken dat bij de scanner ook. Soms komen meldingen van handelsplatformen gewoon veel te laat. Die komen gewoon niet, wanneer, wanneer niet? Bijvoorbeeld niet als er gewoon veel te doen is, zoals op dit ogenblik. Het is gewoon druk in de cryptowereld. Er wordt veel gekocht, er wordt veel verkocht, er is veel volatiliteit. Ja, dat merk je dan in de vorm van niet binnenkomende informatie van handelsplatformen. Nou, je zult maar uh, altrading onder je beer hebben. Je klanten willen graag dat alles goed werkt, maar je krijgt er niet aan de gang, want het handelsplatform geeft jou gewoon niet de informatie die je nodig hebt. Dat is wel iets om rekening mee te houden. We zitten wat dat betreft met z'n allen nog steeds in een pioniersmarkt. En daar moet je wel tegen kunnen als crypto trader. Dan, dat is, anders dan word je vrij snel vrij gek. Je kan tegenwoordig ook Bybit aan TradingView koppelen. Dat kan inderdaad via een omweg, kan dat. Uh, als je geen antwoord hier krijgt, res 7 up, mooie naam. Uh, even via Discord. Als je geen andere mensen vindt die dit wel lukt, uh, wel is gelukt, uh, kun je af en toe op onze Discord server even vragen of mensen het daar wel al voor elkaar hebben gekregen. En wat hier gebeurt is interessant. Terwijl wij uh, zitten te praten en ik door de chat heen ben gegaan. Ik kijk zo nog even naar de rest van de melding. En gaan we eens even kijken naar uh, de bitcoinprijs. Want het lijkt erop dat er een uitbraak naar boven is geweest. Als ik zo eens even deze chart erbij pak. Nee, nog steeds niets. Kijk eens aan, dit is de 5 minuten chart. Er gebeurt, dus echt wachten hoor tot die uitbraak komt. Zie je dat inmiddels trouwens, het lijkt erop dat de prijs zo meteen boven de MA 50 uitkomt. En de MA20 ook boven de MA50 komt. Dat is een signaal. De OBV is nu bullish geworden. Dit is een signaal dat als er nu een uitbraak komt, de kans op een uitbraak naar boven groter is geworden dan op een uitbraak naar beneden. Dus nu zou ik eerder inzetten op stijgende bitcoinprijzen. Eerder dan net. Net had ik gezegd, ja, dit wordt een daling als de uitbraak nu komt. De prijs, er is nauwelijks meer volatiliteit in de bitcoinprijs. Zie je dat? Als je die lijnen zou tekenen, even snel met de kwast, even kort, ja, als niet, niet heel netjes. Nou, oké, okay, goed, dat slaat ook niet echt ergens op. Dan zomaar even met deze, deze lijn bijvoorbeeld als je deze lijn zo tekent, kijk. De lijn aan de bovenkant en hier zo de lijn aan de onderkant. Even snel vanaf hier ongeveer. Hij loopt ongeveer hier zo. Vinger de wind hoor. Het is maar vijf minuten chart. Maar hier heb je de driehoek een, een descending triangle, een neergaande driehoek. Kijk, de prijs er is nauwelijks meer volatiliteit. De prijs aan de onderkant die steeds wordt getest is nu 68.400. En de prijs aan de bovenkant is nu nog maar 68.700. Maar 300, 400 dollar verschil tussenbij. Dat was 700 dollar toen we eerder keken vandaag, vanavond tijdens het café. En dat is nu maar 400 dollar. Dit, dit gaat niet lang zo duren. Er komt absoluut altijd een uitbraak. Het lijkt er nu op dat hij die, die kant op gaat. We gaan het meemaken, zou van roepen. Waar is onze trade? Bijna in de, in de winst in de profit. bijna in de winst op dit ogenblik. Natuurlijk, dit is natuurlijk gaat drie keer nergens over. De trade duurt nu al. Daarom heb ik die verticale lijnen getekend. Die trade duurt nu al bijna anderhalf uur. Kun je in één klap zien aan de verticale lijnen. Dit is de startlijn. Dit is een uur later. En dit is weer een uur later. Normaal gesproken, als je uh, mij wel eens hebt zien tweede thuis Clinics of cursussen een weekje dit, laat ik zo'n day trade nooit langer duren dan een half uur. Misschien soms een beetje langer, maar meestal niet langer dan een half uur. Is het dan niks geworden? Is er niet duidelijk iets spannends aan de hand? Uit de trade, desnoods met... Nu heb ik in de café gedaan, twee weken geleden. Uit de trade, desnoods met verlies, volgende trade. Het duurt gewoon te lang. Kijk, zelfs als dit een winsttrade wordt, en die kans is nu reëel, dan nog gaat het natuurlijk om zo'n laag winstpercentage per uur, dat je bij jezelf denkt, van, nou is dit het nu wel waard geweest? En dan kan het zinvoller zijn om de trade gewoon met verlies af te sluiten. En vervolgens zeg ik, ik ga andere trades doen waarbij het rapper gaat, sneller gaat. Maar dat doe je pas, die beslissing neem je pas, als je weet dat je in feite elke trade kunt winnen, bijvoorbeeld met yo-yo's. Maar dat is niet altijd de beste manier om je tijd te besteden natuurlijk. Krampachtig zorgen dat je een trade niet verliest. Soms wil je gewoon een trade bewust stoppen. Hij duurt te lang, het levert te weinig op. Zelfs de winst die ik zou pakken straks misschien, is zo laag, heeft zo lang geduurd kan ik beter in die tijd twee andere trades doen. We gaan dit zien zometeen, kijken of het lukt om hier nog even een winsttrade van te maken. Ik zet even een alert hier op dit niveau, om even, uh, ik weet niet of ik het hoor, denk het wel, dat de prijs daar doorheen is, dan weet ik dat ik een winsttrade te pakken heb. De Donelco, ik heb wel op de gratis versie van HyperTrader, dat mijn orders op HyperTrader niet te zien zijn, maar op de Binance site wel. Oké, okay. jij ziet helemaal niet die driehoekjes. Want dat is een, kun je die, die optie die Volgens mij staat die standaard aan. Uh, visual Trading Settings. Nee, die staan gewoon altijd aan. Hide Open orders, staat. Er zou bij jou Show Open Orders moeten staan. Dat, is het, dat lijkt me een bug te zijn. Wat je, het enige wat ik me zou kunnen voorstellen. Wat je nog zou kunnen testen, Donelco is of je dat probleem ook hebt als je een andere browser gebruikt. Ik doe dit met uh, Safari, dat is de standaard browser van een Mac. Ik weet niet of je een Mac of een Windows-computer gebruikt. Bij Windows werkt ik misschien nu Edge of zo. Je zou dan Chrome eens kunnen proberen of Firefox, kijken of het daar wel op werkt. Bij Safari werkt dat eigenlijk goed. Ik heb daar nooit echt problemen mee gehad. Verwacht je, zegt Rohan, verwacht je nog een grote correctie van de bitcoin voor de halving in april? Pff, ja, oké, okay, Rohan, even een gewetensvraag. Stel dat ik nu zou zeggen: ja, ik verwacht nog een grote correctie. Heb je echt wat aan die info? Ik zie het een beetje. Ik vind het, het is een coole vraag hoor. Ik, ik voel me best wel geëerd, vereerd dat je die vraag stelt. Maar is het niet een beetje hetzelfde soort vraag als: van wie denk jij dat Nederland-Duitsland gaat winnen gisteren? Ik, ik zei natuurlijk: Nederland gaat winnen. Weet ik veel dat. Nederland door een paar domme fouten van, met 2-1 van Duitsland verliest. Maar dat zijn, je kunt dit, niemand weet dit, niemand kan dit verwachten. Ik denk dat misschien een betere vraag is om te stellen is, oké, okay, hoe ga jij om met de halving en met de mogelijke ontwikkeling van de bitcoinprijs? Wat doe jij als de bitcoinprijs nu opeens omhoog schiet of juist om naar beneden gaat? Heb je daar maatregelen voor genomen? Ben je voorbereid op een dergelijke... Stijging of daling. En zo ja, hoe, hoe? heb je dat gedaan? Dat zijn waarschijnlijk wat vragen met... Snap je? Want niemand weet immers wat er gaat gebeuren. Wij roepen, wij roepen ook van alles. Ik bedoel, ik, ik ga ervan uit dat we voor 1 april... We zouden zo de 80 nog kunnen halen, hoe gek het ook klinkt. Voor, aans, voor paasmaandag. Uh, moet het wel snel gebeuren natuurlijk. Morgen en overmorgen moet er allemaal een flinke lift komen. Morgen wordt een spannende dag. Ook in verband met Wall Street. Maar het zou altijd nog kunnen, maar dat is alleen maar een mening. Ik bedoel, andere mensen zeggen van, nou ik denk dat we toch nog eerst gaan dalen naar rond de 60, 65.000. Uh, maar ik heb op beide scenario's geanticipeerd door bepaalde dingen te doen. Door celorders neer te zetten aan de bovenkant als het gebeurt. En stel ze een celorder aan de onderkant als de prijs te ver daalt onder een te laag niveau. Ik denk van, oké, okay, nu hebben we een dusdanige downtrend dat uh, duidelijk is dat we nog... De kans op verdere prijsdalingen groter is groter dan op prijsstijgingen. Toch maar even een short-positie nemen, of short gaan eigenlijk, een short-positie nemen en profiteren van die prijsdaling. En hier word ik vaak op afgeschoten door hele ervaren traders. Hoe kun je nou short gaan terwijl de prijs al zo is gedaald? Anders is oh, omdat de charts gewoon dicteren dat het slim is om dat te doen. En dat is iets waar ik wel naar kijk. Maar voor de rest heb ik niet echt een. Ik zou niet al te veel doen met wat wij roepen. ...over of de prijs nou gaat stijgen of dalen of zo. Daar zou ik echt heel weinig rekening mee houden. Coin Panda. Als je zo'n trade na een half uur stopt omdat het niet opschiet... tel je dat dan als een verlies trade? Ja, tuurlijk, want ik heb hem verloren. Ik heb zelf besloten om de trade met verlies af te sluiten. Dus ja, het is een verlies trade. Ja, tuurlijk. Ja. Maar daar heb ik verder niks mee. Ik ik weet niet of je daar wat aan hebt aan deze data of aan deze informatie, Coinfo Panda. Leuke vraag trouwens. Verliestrade's hoorden ontzettend bij je. Het is gewoon een verliestrade is gewoon een verliestrade. En er zijn twee manieren waarop je een trade kunt verliezen. Er zijn drie manieren eigenlijk. De eerste is je bent gewoon helemaal verkeerd ingestapt. Fout. Je zat even niet goed in je vel of je was even niet bij de les of je hebt even iets niet gezien. Je was te eager. Je was te laat. Whatever. En je hebt toch besloten de trade te doen. Foutje van jezelf. Kan gebeuren. Zet het erbij als oorzaak, fout van mezelf. Het kan komen omdat de markt zich tegen je keert. Als je opeens je bent in een tweet gestapt, alles stond op groen, maar opeens knalt de Bitcoin-prijs naar beneden of naar boven, heel hard. Dan gaan vaak de altcoins in prijs eerst naar beneden. Daar kun je ook niks aan doen. Je kunt dat niet anticiperen dat er opeens wat met Bitcoin gebeurt. Dan is de oorzaak buiten jezelf. De derde optie is dat je zelf ervoor kiest om een trade te stoppen. Het duurt te lang. En dit is datgene waar net iemand uh, over begon toen hij uh, over die tweede kliniek uh, begon. Zonder dus dat ik het gras onder de voeten van het jack wil wegmaaien. Traden alleen maar om te traden is leuk. Je leert er veel van. Maar het is niet datgene wat actief, naar mijn mening, actief bijdraagt aan vermogensgroei. Dan komt er een ander aspect en dat is money management. Oftewel. Hoe zorg je ervoor dat het geld dat voor je werkt, zoals hier in deze trade, werkt ons geld voor ons, ook zo effectief mogelijk voor je werkt? En dan gaan dingen als tijd een rol spelen. Dan kijk ik altijd naar twee dingen. Ik kijk naar het gemiddelde winstpercentage dat ik in een trade weet te pakken. Dus per trade, dat heet mijn pph, profit percentage per uur. Want er komt dus tijd bij. Wij. Wat is nou eigenlijk echt mijn trade winst gemiddeld gezien per uur? En dan zou je zeggen, nou, als je dat eenmaal weet, ben je klaar? Nee. Want je zit nooit met 100% van je vermogen in een trade. Het is vaak veel minder dan dat. is hier bijvoorbeeld maar een kwart van de 200, wat is het? 250, 260 dollar die we hier hebben. Je zit nooit met je complete bedrag in een trade. Heel soms, in ieder geval, niet heel lang. Dat betekent dat je blijkbaar nog een tweede factor hebt. die belangrijk is als het gaat om het managen van je geld in trades. Dat is je IPH, zoals ik het noem. je investeringspercentage per uur. Met hoeveel procent van je trading budget ben je daadwerkelijk gemiddeld gezien per uur aan het traden? En in de praktijk blijkt dat als je die twee dingen goed begrijpt. en goed toepast. dan word je echt een hele effectieve trader. En daar hoort bij dat je dus afscheid neemt van een trade. Die te lang duurt met te weinig winst. Of met geen winst, dus zonder winst, met verlies. Daar kun je beter afscheid van nemen, zodat je dat geld kunt laten werken in een andere trade met een grotere kans op winst. Want in de praktijk, kijk, dit zal wel weer een winsttrade worden, wat ik net ook al zei. Bijna al die, we staan nu op winst. Technisch zou ik nu kunnen uitstappen met een belachelijke winst van 0,07% op maar een kwart van de portfolio. Maar het is in ieder geval geen verliestrade. Open eerlijk, we zijn bijna, nu bijna twee uur bezig met deze trade. Als we dit punt halen, hier is het twee uur geworden. Nou, nou, dat maakt dit geen spectaculair verhaal. We hebben geen verlies gemaakt, dat is een goed gevoel voor veel mensen. Maar de winst die we pakken is zo banaal, is zo beroerd, dat het eigenlijk zonde is geweest van de tijd. Die tijd hadden we beter kunnen besteden aan misschien wel twee of drie andere trades, van allemaal hooguit een half uurtje, waarin we snel klaar zouden zijn geweest. Dus dat is iets wat je altijd in je achterhoofd wilt houden. En zelfs als nu opeens. De prijs omhoog zou knallen, wat ik niet denk dat, dat gebeurt, maar omhoog zou knallen richting deze celorder. Dan nog wil je bij jezelf afvragen, was dit nou de moeite waard? Een relatief korte trade voor misschien, wat is het, 1,5% winst op een kwart van de portfolio. Heeft het nou echt, was dat de beste investering in tijd? Voor nu is het prima. We doen een cryptocoins café. Ik ben ondertussen druk bezig met de chat. Maar uh, dit is normaal gesproken dus niet iets wat je als trader... Eigenlijk heel graag wilt zien. Ik, ik laat er gewoon even doorlopen. Dit weet je wat we zouden kunnen doen, trouwens, om te voorkomen dat we echt veel te lang in deze trade zitten? Ik zou hem kunnen. Even kijken, we zitten nu wel in de winst. Behoorlijk, behoorlijk, we zitten zelfs 0,70% in de winst. Je zou er nu voor kunnen kiezen om deze trade niet meer te laten mislukken. En dat doe je als volgt: even onthouden, want ik heb meer van deze munt dan ik had, dan ik hier in de trade heb zitten. 54423. Oké, okay, ik haal deze orde weg en ik zet een nieuwe order. Een OCO'tje, uh, even kijken, nu order een OCO'tje, daar staat hij. 5, 4, 4, 2, 3, en die zet ik even hier neer, zo. 5, 4, 5, 4, 4, 2, 3, zo. Ik zou ook een stopmarketorde kunnen zetten, wat ik waarschijnlijk liever zou doen. Weet je wat, ik tweel er even een beetje mee, gewoon voor de fun. 5, 4, 4, 2, 3, hieronder, zo. Ik zet hem hier. Een stopmarketorde, die is er wel, dat is deze. Voor deze prijs, laten we zeggen, pak deze, zo. 5,4423 was het. 5,4423. Dat is alle, precies, 6,5 ben ik ingestapt, 6,17 cent winst. Wauw, oké, okay, dat gaat ergens over. Deze buy order kan weg, die hebben we niet meer nodig. Oké, okay, deze trade kan ik nu niet meer verliezen op dit ogenblik. Ik wil niet zeggen dat het een spectaculaire trade wordt, maar ik kan hem niet meer verliezen, wat er ook gebeurt. Want immers, dit is de break-even lijn. Deze paarse lijn die hier nu loopt. Ik hoop je hem kunt zien. Ja, hij is zichtbaar. Dit is de, de break-even lijn. Zolang ik boven deze lijn verkoop, deze, pa Oop, sorry. deze paarse lijn daar, is dit een winsttrade. Met een minimale winst, maar het is zeker geen verliestrade meer. Daarvoor zou ik onder deze paarse lijn moeten verkopen. En wat ik nu ga doen, even kijken hoeveel afstand hier tussen zit. Dus uh, drie niks, 0,2%. Ik blijf 0,1% onder de prijs hangen. Even totdat de prijs, even, als dat gebeurt, flink is gestegen. Zo, ik ga er nu hier uit en ik houd het even in de gaten. We worden waarschijnlijk zo wel uitgestopt. Uh, maar het is geen verlies tweet meer geworden. Dat zou gek zijn om dit gewoon nu weg te geven. Dan kan ik ondertussen wel even wat uh, dingen lezen hier. Om mijn inkoopprijs bij te houden, zegt David, tel ik mijn gekochte en verkochte euro's en bitcoin op. Dat gaat goed als het in de plus blijft. Maar bij een negatieve uitkomst komen onlogische inkoopprijzen uit. Oeh. David, ik wil je niet met een kluitje in het riet sturen, maar er zijn spreadsheets voor gemaakt. We hebben veel van die soort spreadsheets ook in onze community. Daar haal je volgens mij meer info uit dan het op zo'n manier te doen. Dit is nog niet altijd even makkelijk. Dus ik zou zeggen, kijk even in onze Discord community. Echt allemaal gratis hoor, ik probeer je niks te verkopen. Daar zijn mensen die hebben hele goede spreadsheets. Waar dit soort dingen bijvoorbeeld Kevan heeft heeft een. Onze eigen tradingbuddy.xls spreadsheet, waarin hij dit soort dingen ook uitrekent. Misschien heb je daar wat aan. Kijk daar nog even naar. En nog maar 1% onder de huidige prijs zit ongeveer hier op dit niveau, 11,526. Ik schuif even iets omhoog deze. Zo. Oké, okay, pakken we deze winst nog even mee. beetje erachteraan blijven trailen. Je weet me nooit. Gerard zegt, erg jammer dat dit een winsttrade wordt. Ja, vind ik ook. Want had heel graag een yo-yo-trade gezien met een 50%. Probeer het wel, maar vind het ontzettend lastig en spannend. Geert, ik weet het, ik leef met je mee. Dit, had, uh, dit is leuk om naar te kijken. Leuk. Dus aanlijste dat het weer een winsttrade wordt. Maar het is niet de spannendste trade die ik had kunnen doen. Dat ben ik volledig met je eens. Maar ik kan niet van tevoren dicteren wat de markt doet. Uh, we hebben nu weer allemaal bubbeltjes die groen zijn. Ik zou zo kunnen dat de bitcoin inderdaad naar boven is uitgebroken. Dat zien we hier. Er is nog geen uitbraak op dit ogenblik. Kijk, kijk, de prijs van bitcoin staat op hetzelfde niveau als hier. Of is er wel een uitbraak? Er is er nou wel een uitbraak. Ja, technisch gezien wel, maar hij is nog minimaal. Maar het lijkt erop dat de uitbraak. Oh, sorry. Lijkt erop dat er inderdaad een uitbraak is. En dat hij inderdaad naar boven gaat. Dus uh, met de trend mee, inderdaad. Bullish dus. Dat zou verklaren, maar hij is nog niet zo heel groot hoor. Dat zou verklaren waarom de prijs op dit ogenblik uh, van onze altcoin hier ook stijgt. We laten nog even gaan, we tweelen nog een beetje mee. We hebben weer een dal te pakken trouwens op dit ogenblik. Nee, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Ja, dit is gewoon met 0,1% te onderblijven, Nog niet langer. In... In deze trade zitten. Dit duurt zo lang. 0,1% hieronder. Is eigenlijk hetzelfde niveau van 5,31. Oké, okay, nog een beetje naar boven. Zo. Niet de meest optimale manier van trailen. Op dit ogenblik. Maar ja, de prijs gaat nu zo omhoog. En je wilt geen verlies pakken meer op deze trade. Dat zou echt zonde zijn. Uh, gebruik je ook ietsje mogelijk cloud om resistance te bepalen? Een uh, hele goede vraag van. Nee, nee, maar. Het antwoord is. Ja, en nee. Uh, ik, wat ik doe. Ik kies eigenlijk altijd voor één manier om resistance en support te bepalen. En daar blijf ik voor de bewuste trade en de bewuste chart ook bij. Uh, je kunt op allerlei manieren naar een chart kijken, maar als ik eenmaal een beslissing heb genomen op basis van één uh, of meer indicators die er al staan op de chart. Ga ik er niet andere indicators bij halen. Maar ik gebruik hem wel eens, ja. Sterker nog, ik heb tijdens onze workshop. Spoiler alert: wordt nu niet gegeven. Dat kunt je niet aanmelden. Heb ik trades laten zien op de Ichimoku Cloud. En ik weet, we hebben een paar mensen in onze community. Max, was Max? Die is een van de mensen die dat deed. Die hebben heel fanatiek gehandeld op de Ichimoku Cloud. Met hele leuke resultaten. Dus het kan. Maar ik pas hem hier niet toe. Nog een 10 is 11548. Dus we schuiven nog even benen naar boven. 548. So, ik trail dus nu op procenten met de prijs mee. Ik loop er gewoon achteraan met 0,1%. Kijk, dit zou bij al traden dus automatisch gaan. Ik zou gewoon een smart positie hebben genomen ik zou zeggen, trail met de prijs mee, 0,1% onder de prijs. Maar je ziet, de winst op deze trade is nu 0,5% op het ogenblik. Niet spectaculair nogmaals. En als wij, dat is de effectieve winst, nee sorry, dat is de, ineff, de niet gerealiseerde winst. De feitelijke winst is natuurlijk pas uh, geïncasseerd op het moment dat deze tweede is verkocht. En dat zal op deze prijs zijn. Dus hooguit 0,39%. Want we lopen ongeveer uh, 0,1% achter hierop. Dus dat, is, ja, 0 dat zou 0,4% zijn, denk ik. Dat we dan aan winst pakken. Maar we blijven nog een beetje meetwelen. Ik wacht even op deze candle uh, tot die klaar is. Dan trail ik weer wat mee naar boven. Yep, daar is hij. Even kijken naar de prijs nu: 0,10%. 0,1% is hier, 11,557. Oké, okay, dan gaan we, dat is nu hier, daar zo. Zo, nu wordt het ongeveer half procent winst dat we pakken. Nogmaals, het gaat nergens over dit, het is maar 0,125% van ons hele portfolio. Dus je zou 9 van dit soort trades, 8 van deze trades moeten doen. Om klaar te zijn voor een hele dag. Nou moet je je voorstellen, 8x2 uur. Dat is dus, daarom zeg ik, dit is niet een optimale trade. Het leuk dat het een winsttrade wordt. Die nu heel hard gaat trouwens. Kijk, hij schiet nu echt hard omhoog. Gewoon laten staan, rustig afwachten. Dit is interessant om deze te volgen. Kijk, is dit nou een afwijzing of niet? Dat hangt af waar de close komt. Op dit ogenblik heeft de trade, dit is de eerste in een tijdje. De prijs heeft, een, had een korte, heeft nu een relatief korte body. Best nog lang, maar de wick is vrij lang ten opzichte van de body. Zo lang is hij nog niet geweest sinds die prijsstijging kwam. Je wilt hem eigenlijk zo kort mogelijk hebben. Dit laat zien dat het momentum een beetje begint af te nemen. Uh, nu neemt het weer wat toe, gelukkig, maar dat is eerder de prijs dan het momentum. Dus we duiken de prijs stel naar boven, naar 1,608 was het, geloof ik. Dat lijkt me een beetje te hoog. Even kijken hoor. Nee, dat is prima. Ja, en nu wordt het ja, nu, nu uit. Het is een afwijzing. De prijs aan de bovenkant wordt nu afgewezen. Twee wicks aan de bovenkant is bijna altijd een signaal dat het voorbij is. Deze candle duurt nog wel even. Maar als deze prijs niet nu omhoog schiet binnen de komende 20 seconden, zodat er nauwelijks een wick aan de bovenkant is, in ieder geval als er een wick is, moet die hoger eindigen dan deze wick, dan is het bijna zeker dat we de minuut daarna worden uitgestopt en dat het klaar is wat deze trade betreft. Kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Nog 9 seconden. Ja, dit is afwijzing. No way. Dit gaat niet meer. Kom, kom. Nog 4 seconden. Ik zit nu echt gewoon te wachten op het belletje dat we uit de trade zijn. Nou, nu zijn we bekijkt. Twee keer afwijzing betekent bijna altijd dat er een prijsdaling komt. Het kan haast niet anders dan dat we zo worden uitgestopt. Ik zou me echt verbazen als dat nu niet gebeurt. Frans zegt... Ik, om te kunnen daytraden is mij verteld in de community... dat ik van Bitfavo over moet naar Bybit. Is dat juist? Oké, okay, Frans. Allereerst, je moet helemaal niks. Je bezit het helemaal zelf. Een reden om niet op Bitfavo... Er zijn twee redenen om niet op Bitfavo te traden. De eerste is het volume. Er is gewoon niet veel handelsvolume op Bitfavo. Kun je niet vergelijken met Qcoin En nu ook al niet meer met Bybit. De tweede is de commissie die je betaalt. Die is best hoog. Het voordeel is... No risk, hè? ik bedoel, uh, deposito depositogarantstelsel, uh, dat geldt nu trouwens ook voor Bybit, dus dat voordeel is ook al niet meer. De mensen die zeggen, ga naar Bybit, hebben een punt, laat ik het zo zeggen. Maar uiteindelijk neem je de beslissing gewoon helemaal zelf. Je zou ook kunnen zeggen, weet je wat, ik ga het gewoon eens proberen. Ik laat drie kwart van mijn bedrag laat ik gewoon lekker op Bybit staan, of oh, sorry, op Bitfavo staan. Ik blijf lekker daar traden. En tegelijkertijd ga ik ook traden op Bybit met een kwart. Andere muntparen. Niet meer met de euro, maar met de dollar. Waarom niet? Ik probeer het gewoon. Ik zou het gewoon testen. Je zult daar niet al te teleurgesteld over zijn, denk ik. Maar uiteindelijk neem jij het beslissing, niemand anders. Is het volume in Bitcoin nu ook opeens op Bybit beter? Heb ik niet naar gekeken, Energy, maar dat zou me verbazen. Ik denk dat het meestal wel USDT-volume is. Michael zegt: Ik zit momenteel in de winsttrade. Gefeliciteerd. Heb nu alleen nog de 10% staan. Dus je hebt al 90% verkocht waarschijnlijk staat, hey, voor de... Michael, ik pak je vraag. Is dit niet interessant? Kijk, die prijs aan de bovenkant, die afwijzing. Nu al vier candles op rij. Drie op dit ogenblik die klaar zijn. En één candle die nog loopt. Zie je dat? Deze drie candles hebben allemaal een prijsafwijzing aan de bovenkant. De prijs hier, die hier werd afgewezen, die 11.000... 11.000. 11,62 is al niet meer gehaald. En de... de Alleen mijn prijsafwijzing aan de bovenkant. Het kan haast niet anders dan dat we zo worden uitgestopt. Me echt ver... Deze rode candle, en dan weet ik het echt zeker. Als deze rode candle niet wordt opgegeten, nu, dus de volgende candle die nu nog een halve minuut duurt, moet hoger sluiten dan de open van deze rode candle. Dus als dat niet gebeurt, dan weet je dat je bijna klaar bent. Gebeurt dat wel, dan ben ik echt verbaasd. Maar ik zie die prijs nog steeds niet boven dit niveau uitkomen. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Volume, of, uh, uh, de, het momentum is echt weg op dit ogenblik uit de markt. Er is even geen momentum meer. Dan wil je de prijs hier doorheen schieten nog steeds niet gebeurt. Ik zit in winststrijd, heb alleen nog maar 10% zegt Michael. Ik zit op Altrade. Moet ik hier gewoon meetrailen met de verkooporder? Ja, kun je op Altredy kun je het ook automatisch doen. Want je kunt alsnog van je van je trade een, een smart een positie maken en daar dan een smart positie van maken. Dan gaat het automatisch. En dan zou je kunnen instellen dat je meetrailt met ik doe dit nu met 0,1%. Je kunt ook je kunt ook iets een iets bredere band nemen. Dit is allemaal niet zo heel spannend dus waarom ik dit nu kies. Je zou ook ervoor kunnen kiezen nu. Maar ja, we zijn al bijna twee uur bezig met het café. Je zou in dit geval nu de Parabolic Stop and Reverse kunnen aanzetten. En dan zou ik iets onder de plusjes moeten gaan zitten. In combinatie met de Keltner Channels, die ik nu ook ga zetten, zou ik zelfs hier moeten zitten. Dit is nu eigenlijk, normaal gesproken, zou ik nu hier moeten gaan zitten. Op dit niveau. Daar zou ik nu mijn stoploss moeten neerzetten. dan heb ik de maximale kans op een succesvolle trail. Dan hou ik namelijk rekening met dingen als Average to Range en zo. Dat doe ik nu allemaal niet. Ik loop nu gewoon knalhard 0,1%. Achter de hoogste prijs aan. En uh, hij eigenlijk had ik hem wel naar boven moeten schuiven, want ik stond op 0,2% van de hoogste prijs. Maar toen was de prijs gedaald, dan was ik nu al uitgestopt geweest. Dus normaal gesproken was ik nu al uit de feit gestopt geweest. Nu wachten we even tot het, die 0,2% is gehit. En je ziet het, hè? die rode is niet, opge uh, is niet opgegeten. Integendeel, er is nu een rode candle, een tweede rode candle bijgekomen. De prijs stagneert echt hier. Komt echt niet boven dit punt uit. Leuk om dit te volgen. Het coole is: dit is gewoon puur amusement. Want ja, we hoeven niks, geen zorg te maken. We zitten altijd al in de winst met deze trade. Deze kan uit. Kelvin Channels kunnen ook uit. Veel te veel lijnen op het scherm op dit ogenblik. En laten we dit maar even volgen. Bolletje Bands kunnen ook uit. Leiden op dit moment alleen maar af. Dit is de trade. Zo loopt hij nu. Hier staat de stop. Je ziet de prijs stagneert op dit punt. Kom rustig afwachten. Ik gebruik een, de reden dat ik een OCO, een, een, een OCO gebruik op dit ogenblik, Michael, is dat is iets dat wordt ondersteund door Qcoin. Die ondersteunt OCO's, Bybit doet dat niet, maar je kunt beide dingen oplossen via smart posities op uh, uh, AltRading. Kijk, het verschil tussen een OCO hier en een smart positie op AltRading waar je ook een OCO mee kunt simuleren, is dat bij smart posities blijft alles bij all trading. en Altrady stuurt op het juiste moment een opdracht naar de exchange. Deze OCO die ik heb geplaatst. of de, Dit is geen OCO, dit is een, uh, sorry, een stop market order. Heb, staat nu al op, uh, op uh, uh, dit is Qcoin. staat nu al op Qcoin. Dus als je nu naar de Qcoin website zou gaan. En je zou kijken naar het order, Nee, het orderboek staat er niet, want het is een stop market order. Je ziet hem niet terug in het orderboek. Maar hij is wel geregistreerd bij platform. Dus ik hoef nu niks meer te doen. Ik zou deze tool kunnen afsluiten. De orde staat nu weliswaar onzichtbaar voor iedereen, omdat het een market order is, maar staat nu geregistreerd bij Qcoin. En wordt zelfs automatisch uitgevoerd. Ik hoop dat ik de vraag goed beantwoord heb. Friso, is je celorde wel 100%? Ja, maar dat zou je niet denken, Friso. Goeie vraag, je hebt echt opgelet. Cool. Friso, kijk, ik heb nog veel meer KCS. Dat is namelijk de munt, de, zeg maar de basismunt van uh, Qcoin. Als je KCS hebt dan betaal je, en je betaalt daar je provisie mee. Dan krijg je korting op je provisie. Ik heb niet de korting die jullie hebben als je de coins link hebt gebruikt. Je kunt je eigen link niet gebruiken. Maar ik pak wat korting doordat ik mijn commissie, mijn trade commissie betaal met KCS. Maar dit was toevallig een KCS trade. Dit is grappig. Prijs, de afgewezen prijs wordt nu overschreden. Dit is echt lachen. 0,1% die onder is. 11,629. Daar gaan we. 11,629. Zo. Nou. Ik zou niet bijkomen als dit een 4%-trade wordt. Dan hebben we straks gewoon 1% gepakt op het hele portfolio. Dat zou echt een stunt zijn. Maar dat zie ik zo snel niet gebeuren. Dit is, een, dit is verbazingwekkend wat hier gebeurt. Kijk eens wat een volume opeens. Hoppa. Dus um, doordat ik KCS heb, had ik dus al... Ik heb er dus nu met deze trade wat KCS bijgekocht. Namelijk precies 5,4424 geloof ik. En dat is dus de enige KCS die ik verkoop. De rest, ik had er ongeveer 10 bij elkaar. Of ik had er, ik had er al 5, ik heb er dus nu 10... Die andere vijf houd ik gewoon, want die had ik al. Daar betaal ik de commissie mee. Dat is de reden dat dit niet lijkt te kloppen. Maar het klopt echt. Dat is een beetje verwarrend, omdat ik trade met de munt die ik al had. Kijk, super gefeliciteerd Tom met de overboeking. Tom, wel even lezen, hè? die chokepoint toestand. Bitcoin ook weer duidelijk omhoog, zegt Sven. Nou ja, dat is dus die uitbraak echt gekomen. Ja, nou ja, duidelijk. Ja, oké. Okay, ja, het is een uitbraak. Hij is gewoon naar boven geschoten. Oké. Okay. Waar is onze hypertrade? Hé, hey, heb ik hem? Ah, daar zie ik wel zeggen. Oh, moot. Oké, okay, bijna uitgestopt. Bijna uitgestopt. Kom, kom, kom. Dan kunnen we ook stoppen hiermee. Ik vind dit is een leuke trade geworden, zegt uh, Sullian. Uh, uh, ja, ik ook. Best, uh, best wel interessant. We zitten bijna aan deze stop market order. Die wordt bijna uitgevoerd. Dan zijn we echt klaar met de trade. Dan wordt het een, uh, niet eens zo'n beroerde trade inderdaad. Maar hij duurt dus gewoon veel te lang. Deze trade heeft, even inzoomen, niet te geloven dit zeg. Het zou een beetje te ijdel zijn om te denken dat wij... Hebben we niet, want deze order is niet zichtbaar in het ordeboek? Zie je deze order niet terug op bij op Qcoin? Uh, nu zijn we uitgestopt, volgens mij. Ja, uitgestopt. Sneller wik aan de onderkant. Einde verhaal: klaar met de trade. Netto winst 1% uh, op een kwart. Dus dat gaat nogmaals drie keer nergens over. Je zou vier van dit soort trades moeten doen om 1% winst te pakken op het portfolio. Acht uur tijd zou een dagtaak zijn geweest. Dat is niet wat je wilt. Dus het is een win-trade. Dat snap ik ook wel. Leuk om dat weer te zien. Tegelijkertijd is het teleurstellend. Want voor mij in ieder geval. Want de trade heeft gewoon zo lang geduurd. Dus onthoud het volgende. Als dit een demonstratie zou moeten zijn. Van hoe goed de -coin's day trading strategie werkt. Demonstratie geslaagd. Alweer een win-trade. Is dit de meest optimale trade. Die je zou kunnen doen. Absoluut niet. Daar heeft hij te lang voor geduurd. Ook al is dit nu een win-trade geworden. Ik zou zelf, en ik garandeer dat ik dat zou doen, als ik alleen aan de tweede zou zijn geweest, zou ik hier op dit punt, waar ik nu deze verticale lijn teken, deze lijn, deze stippenlijn, ik zal hem voor de zekerheid even schil maken, zou ik uit de tweede zijn gegaan. Had ik mijn verlies genomen, dat was niet heel hoog geweest, dat verlies, maar ik had het genomen. Volgende trade. Want twee uur voor een dergelijke trade is gewoon te lang, vind ik. Maar als je net begonnen bent met traden, en dit is misschien de eerste keer dat je hierbij bent vandaag... dit hebt als je de video ziet, de eerste trade die je volgt... kan ik me voorstellen dat ik denk van, wow, dit is cool. Je kunt blijkbaar inderdaad gewoon trades winnen. Het is Zo moeilijk is het niet wat hij heeft gedaan. Klopt. Als, je zou ook kunnen zeggen, mijn eerste doel is gewoon... zoveel mogelijk trades te winnen. En daarna komt de rest wel. Zorgen dat ik mijn geld zo efficiënt en effectief mogelijk voor me laat werken. Maar in beide gevallen hoop ik dat ik wat heb ik kunnen bijdragen aan... Uh, uh, jouw zelfvertrouwen als het gaat om traden. Ga dit gewoon doen als je hier nog niet mee bezig bent. Weersta de verleiding om allerlei dure cursussen en clinics meteen aan te schaffen. Kun je altijd later nog doen. Uh, naar mijn mening zou je niet moeten trappen in allerlei aanbiedingen van allerlei influencers die allerlei dure dingen willen verkopen. Je wilt niet voor je laten traden. Je wilt geen uh, websites. Je wilt geen telefoontjes aannemen van mensen die je allerlei dingen beloven. Je wilt niet intrappen in al dat soort scams van hé, hey, we hebben vier bitcoin gevonden die zijn van jou. Je kunt ze van, we halen ze voor je op. Moet je ons eerst even een klein beetje geld betalen. Allemaal oplichterij. Maar koop dus geen dure cursussen, begeleidingsprogramma's en dat soort werk. Dat komt allemaal later wel. Als je kunt traden. Leer eerst traden, dat kun je gratis leren. Al die video's staan op cryptocoins.nl/start. We hebben een YouTube-kanaal met, zag ik, meer dan 400 video's. Dus er zit vast wel wat voor je bij. Uh, luister naar de Cryptocoins-podcast. Morgen dus even niet. Maar vanaf dinsdag zijn we er weer gewoon. Kom vaker langs in het café. Uh, geniet van de andere livestreams die we hebben. En ga vooral. Word lid van Discord, zodat je andere mensen leert kennen. En ga vooral zelf traden. Het is leuk om te doen. Doe het met weinig geld. Nooit met meer geld dan je kunt missen. Maar zelfs als je het geld kunt missen. Als je nog nooit eerder hebt gehandeld met crypto. Een paar honderd dollar is echt het maximum. Meer heb je niet nodig om dit te leren. Zie dat als speelgeld. Net als in het casino. Maar het is geen casino. Je zult zien dat traden geen gok is. Als dat zo zou zijn zouden niet bijna alle trades in de cryptocurrency-café winsttrades worden. En voor de zekerheid, dit is niet gemanipuleerd, dit is de echte chart, dit is echt geld, uh, dit is geen nep. En het is dus zeker geen gokspelletje. En je kunt dit leren, iedereen kan dit leren. Daar wens ik je heel veel succes mee, alvast een uh, prettig pas weekend. Uh, het is pas woensdag, maar toch. En ik spreek je weer bij de eerstvolgende opname van de cryptocurrency podcast. Uiterlijk, misschien voor die tijd nog, je weet maar nooit. Maar in ieder geval. Volgende week dinsdag bij de opname van de Crypto Coins podcast. Een uurtje eerder dan normaal, omdat het immers dan zomertijd is. Dus voor je gevoel zijn we wat eens vroeger aan de slag. Reken op een uur of elf, normaal gesproken. Maar het is dus tien uur in je hoofd. En tot die tijd, um, happy trading. Tot snel. Doei.